Daar zijn we helemaal klaar voor. Ja. Gezellig. Live uit Broccoli. Ja, ik kan dat niet uitspreken nog steeds. Ja. Het is wel echt een mooie route hier naartoe. Ja. Ik zat wel echt achter een giertank. Dus ik zag naar natuur een heel groot rond ding, maar ja, hele reis. Het is onderdeel van het plattelandsleven. Nou ja, het is wel een beetje wat Nederland in mijn hoofd zit. Een soort van oude Nederland, zeg maar. Ja. Weet je? Mooie natuur, alleen maar plat. Nou, toen ik hier nog niet woonde, dacht ik echt de Achterhoek. Dacht, maar dan heb ik zo'n beeld van de Zwarte Cross. Ja, ik ook. Echt, weet je, gewoon lompen. Maar dan rij je hier en denk je, fuck man, het is echt super mooi. Ja. Groen en landelijk en af en toe boerderij, met ponies en ezels en koeien. Ja. Met een kleine weggetjes. Ja, wat is dat dan? Waarvan moeten we dan met z'n allen altijd in de stad wonen? Ja, ik weet niet. Dus, ik had de laatste hele interessante discussie in een andere podcast. Weet je die manier ook alweer? Het ging over beloningen. Of het bonussysteem. En dan ging het ook over de waarde, zeg maar, van huis bijvoorbeeld of leven in Amsterdam ten opzichte van Deventer, als even als voorbeeld. Ja. Dat in principe is de Albertijn overal even duur. Maar toch is leven, zeg maar, buiten de Randstad goedkoper. En ook waarom dat dan is, zeg maar, dat ze daar in Nederland hebben ze daar ook ooit werk van gemaakt om grote bedrijven uit de Randstad te halen. Daar is bijvoorbeeld de Duo, die IB-groep in Groningen. Ja. Dat soort dingen. Oké. Okay. Om ervoor te zorgen dat er ook werkgelegenheid, dat niet allemaal in de Randstad. Oh, ja, dat is wel een beetje bestemmingplan hebben. Ja. Ik reed daarnet langs in Friesland. Campina. Ja, dat zit hier in Broccoli. Allemaal in Broccoli. Ja, het heb wel wat. Het enige probleem is gewoon dat het zo ver weg lijkt. Maar misschien is daar door het internet ook. Dat vind ik interessant van jouw verhaal met je digital nomad gedeelte. Ja. Dat je opeens niet meer gebonden bent aan die stad. Dat het een soort keuze was. Terwijl misschien 100 jaar geleden iedereen van het platteland naar de stad ging voor werk. Ja, je moest. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen feitelijk nu hun werk vanuit thuis zouden kunnen doen. Ja. Als ze dat zouden willen. Ja. Dat maakt, ja, als je kijkt naar mij. Of heel veel andere millennials, denk ik wel. Ja. Als je internetverbinding hebt en stroom, kan je werken. En weet je, het is echt wel fijn om sociale contacten te hebben. En ik ga ook wel in koffietentjes zitten, of weet je wel. Want je gaat niet hier als soort van kluizenaar in je huis zitten. Nee. Als het leuk is, maar. Ja, maar om heel eerlijk te zijn. Ik woon in Nieuwegein, dat is geen Amsterdam-Utrecht, maar het is wel een stuk drukker dan hier. Ik zit ook veel binnen. Nee, dus ik weet niet of dat. Ik vind het interessant. Ja. Ik weet natuurlijk wie jij bent. Ik volg je al een tijdje. De reden ook waarom ik je. Ik vind het trouwens wel leuk om even te. Hoe. Nou, misschien vind je dat wel leuk om te weten hoe ik jou ontdekt heb. Ja, ik doe nooit marktonderzoek. Laat me eens even weten, ja. Oké. Ik kreeg een linkje doorgestuurd van een dame die toevallig coach, die bij Mastermind groep zit. Ja. En. Volgens mij had ik een vraag over bitcoins. Ah, toch die bitcoins? Ja, klote bitcoins. Komt er niet vanaf. Slimme zet geweest. Ja, en die jouw introductievideo. Heb je zo'n reeks video's. Zei, ja, dit moet je maar eens kijken. Ja. Deze kerel is echt te gek. Dus dat kwam in mijn mailbox een dag. En toen heb ik jouw video's te kijken. Dacht ik snap het. Ja. Voor het uit te snappen. Ja. Cheers. Ja, cool. Fijn te horen. En toen ging ik op je blog kijken. Want je zag natuurlijk. Ik zag van aan jou van, hey, wat is met jou aan de hand? Ja. En toen las ik je verhaal. En ik had natuurlijk al wel een beetje een idee, zeg maar, van jou als persoon door je video's. Zeg maar, gewoon hoe je overkomt en de energie die je daarin stopt, weet je wel. Ja. En ik echt, wow, volgens mij was ik gewoon het onderwerpregel ook in de mail die ik naar jou gestuurd. Ik zei, wauw. Gewoon van, wat voor verhaal heb je, weet je wel. Maar vooral, wat voor mindset heb jij? Gewoon, hoe mooi. Zeker. Nee, dat is leuk te horen dat zo. En zo gaat dat inderdaad. Ik ben me heel bewust van die Bitcoin-video's. Dat dat ook een insteek is geweest voor een nieuwe kennismaking. En dat vind ik ook heel leuk. En ik wil daarbij direct zeggen dat ik maak wel eens een Bitcoin-video, maar het leven is veel meer dan een Bitcoin. En ik weiger ook om constant Bitcoin-video's te maken. Het enige wat ik daar eigenlijk in vertel, ik probeer het uit te leggen op een simpele manier, zodat echt iedereen snapt. Want iedereen kan op een verjaardag zeggen, oh, de koers is naar beneden of omhoog. Yeah. Maar dat, ja, so what. Maar ik vind het belangrijk om te vertellen wat dit voor impact kan hebben op ons in de toekomst, zeg maar. Mm. Net als internet dat ooit gedaan heeft voor onze ouders. En ook voor ons, hè. Wij hebben ook nog een tijd gehad dat we geen internet hadden. Jazeker. Ik weet nog zo niet, hoe oud ben jij? Zijn we even oud? Ik ben
33. Ja, ja? Nee, ik ben 18, volgende week, zondag, ben ik 38. Zondag? Zondag. Oh, vast gefeest. Ja. Ja. Dus. Oh, cool. Nou, ja, we zijn er zelf. Nee, een beetje dezelfde generatie, ja, 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 zeker. Ja, en als je kijkt wat voor... En dat vind ik interessant van die eigen hele Bitcoin. Is niet zozeer dat een prijs omhoog gaat of naar beneden. Want die prijs gaat omhoog naar beneden. Omdat er een vraag en aanbod is, zeg maar. En ik was heel erg benieuwd waarom er een vraag naar is. En dan ga ik zien wat het probeert op te lossen. En toch in mijn mind denk ik, oh, holy shit. Ja. Iets te maken met een totale revolutie op het financieel gebied en hoe we met elkaar vertrouwen online hebben. Ik ga het niet helemaal uitleggen, dat is veel te complex. Nee, maar dan moet je een lekkere linkje hieronder. Ik zal het linkje erbij zetten, ja, zeker, absoluut. Maar dat is denk ik heel erg interessant om in de gaten te houden. En waarschijnlijk is het niet Bitcoin die groot wordt, maar iets anders. Ja, ik vind het heel vet in wat voor tijd we leven met technologie. En dat zei we al net al een gesprekje voordat we hier begonnen. Je ziet ook hoe dingen groeien exponentieel. En vooral met technologie en het gebruik van de hele wereld, alle mensen tegelijkertijd, doet alleen maar dit. Ja. Het is echt out of my mind wat er allemaal kan. Heb dat vind ik interessant. Abundance gelezen? Ja, 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 dat is precies dat. Ja. The future is better than you think. Ja. 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 En dat geeft mij heel veel vertrouwen. Tegelijkertijd is het misschien ook wel weer een beetje te mooi. Maar ik zit nu een documentaire te kijken op Netflix, Apocalypse World War I. Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden. Als je ziet hoe we aangekloot hebben, dat is ongelooflijk. Snap je? En er is nog steeds oorlog nu. En er gaan veel mensen dood, maar niet zoveel als vroeger. Mm. Maar het lijkt heel veel, maar hoeveel mensen er dood zijn gegaan vroeger, dat is ongelooflijk. En daarvoor is the future is better than you think. Ja, vind ik heel mooi. Ja. Dus misschien een beetje raar insteek, maar we groeien als mens naar een positiever... Maar positief iets vind ik zelf. Ik had daar vorige week had ik Peter Joost in de podcast. Mm-hmm. En die is met biohacking bezig. Ah, fijn, ja. Ja, heel erg. Daar heeft hij een verlezing over. Het is super interessant. Ik weet daar heel weinig over. Ja. En ik merkte dat ik een beetje pessimistisch. Hij is een hoe noemde hij zichzelf nou? Een optimistische. Nee. Ah, fuck. Ik weet het niet meer. Hij was heel optimistisch. Zeg maar. Ja, utopisch. Heel blij. Ja. Dat was een heel mooi woord. Ja, weet je wel? Ja, ja, ja. Dat hij heel erg optimistisch is over waar we naartoe groeien. Ja. Als mensheid. Ja. En denk ik, ja, maar ja, zijn wereldbeeld als biohacker is toch wel een heel mechanisch wereldbeeld. En ook wel heel positief. En ik denk dan van ja, oké. Maar wat nou als het al in verkeerde handen komt? Tuurlijk. Net als de farmaceutische industrie. Prachtig, geweldig, mooi. Ja. Maar het regeert ons nu wel. Het regelt de politiek, zeg maar. Het regelt het financiële veld. Ik bedoel, ja. Het is niet altijd in ons voordeel. Zeker niet, zeker niet. Ik denk dat misschien ben ik, kijk ik daar verkeerd tegenaan. Nee, want ik denk dat het heel belangrijk is om zo te kijken naar de wereld, maar ook naar je persoonlijke dingen. Ik heb er een beetje soms moeite mee. Ondanks dat mensen zeggen, je bent zo'n positieve denken. Dat ben ik helemaal niet. En ik ben heel erg afkerend zelfs. Naar mensen die altijd, ik ben zo positief. Dat is het niet. Kijk mijn handicap, zeg maar. Ik moet zo weer naar huis aan mijn beademing. Dat is geen fucking, dat is niks positiefs aan, zeg maar. Wat ik daarmee wil zeggen is, het is beide. Ja. En dat is ook met de farmaceutische industrie. Aan de ene kant is het mooi, want we hebben meer medicijnen en we worden ouder. Ja. Aan de andere kant is het een heel naar businessmodel aan. Ja, ja, maar je ziet nu het nieuws, dat ziekenhuizen nu zelf medicijnen gaan maken. Dus er is altijd een movement tegen. Mm. Facebook is mooi, want we connecten met elkaar. De andere kant disconnect het ons, want ik zit nu te typen. Ja. Maar ik ben nu wel hier bij jou. Ja, en dat is toch door het internet, snap je? Ik vind het mooi wat je zegt. Weet je, er is het leven is niet alleen maar zen, mooi, happy, peaceful. En dat is maar goed ook, denk ik. Ja. Maar hetzelfde met dat wereldbeeld. Het is niet alleen maar mechanisch, het is ook gewoon chaos. Het is al twee. En dat is wat mijn zen-training eigenlijk mij zo geleerd heeft. De enigste houvast die je hebt, is dat er geen houvast is. Ja. Nou, als je daarna leeft en probeert te beademen hier in je hart, dat is heel moeilijk en eng, maar dat is het enigste wat er is. Daar ben ik heilig van overtuigd. En dat maakt het heel spannend ook, want ik kan heel moeilijk bepalen wat er morgen gaat gebeuren. Natuurlijk heb ik in mijn agenda staan wat er komt, maar ik weet niet hoe dit gesprek nu gaat. Ja. Dat moet later pas zien. Maar als ik dat nu ga proberen te sturen, hou vast te houden. Maar je zegt zen-training, vertel.
Dan heb, ja. Je zegt zen-training. Heb je echt zeg maar bewust een bepaald pad ingeslagen? Of daar, ik doe al een paar jaar nu aan zen. En ik ben zelfs zo gedoopt genoemd. Ik vertel dat nooit in mijn video's eigenlijk. Ik zal het een keertje doen, beste mensen, sorry. Voor mijn publiek die nou weer denkt, gaat hij weer over dat zen vertellen? Waarom zen is... En dan heb ik het niet over lekker zen, hè? Dat is een bepaalde filosofie gedachte. Dat is mijn motor, zeg maar. Maar het is voor mijzelf. Het is eigenlijk een soort religie, hè? Zo kan je het bijna noemen. Dat beoefen ik zelf. Maar ik hoef het niet te uiten. Zeg maar, daarvoor heb ik het er weinig over. Maar ik ga een paar jaar elke week daar naartoe. Ik heb een zen-leraar in Utrecht. En ik heb een boeddhistische naam ook. Dat is een Japanse naam, is Kaido. Dat betekent de weg van de vreugde. Die heb ik gekregen van mijn leraar. Ja. Wat vet. En, het is, ik heb de opdracht van hem gekregen om met de vreugde die in mij zit te uiten naar de wereld. En dat ben ik aan het doen. Maar ik heb het nooit over zen. Maar ik doe wel hopelijk een beetje leuke dingen. Maar dat is mijn motortje, zeg maar. Ja, ik vind het heel mooi. Ook wat je in het voorgesprek zei, weet je wel, over... Nou goed, weet je, ik ken jou, je bent YouTuber. Dus je hebt een bepaald publiek. En weet je, je kan iets heel serieus benaderen en hebben over zen. En over bewustzijn en over mediteren, weet je wel. Of je kan gewoon zijn wat je predikt, zonder het te prediken. Ja. En dat is denk ik wat je doet. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Niet van alleen voor zen, ook als je doet aan gezond eten. Ja. Ik vind het heel moeilijk wanneer iemand predikt. Ik denk dat het ook averechts werkt. Dat mensen gelijk een directe afkeer hebben. En wat ik probeer is erna te leven en het er niet over hebben. Maar als je mij volgt, krijg ik onderbewust mee. Ja. En dat is een veel betere, diepgaandere connectie dan het... Nou, je moet dit doen. Je moet echt mediteren. Ik heb al 3 weken niet gemediteerd. Ja, of als je het vingertje gaat wijzen, weet je. Dat mensen zo van... Dat is wat ze moeten doen. Het werkt wel. Er zijn altijd mensen die dat graag willen. Mm. Maar die mensen wil ik niet. Ja. Dat klinkt heel hard misschien. Ik weet dat er mensen zijn die heel graag willen horen wat ze moeten doen. Maar ik weet het niet. Ik weet niet wat jij moet. Hoe moet ik nou weten wat jij hier in fucking broccoli moet gaan doen? Hoe heet het hier? Wacht, we zeggen het samen even. Borculo. Borculo, oh ja. Ja! Broccoli. Nee, maar je staat ook weer. Ik kan niet zeggen wat jij moet doen. Ik geloof niet in een stappenplan. Mm. Van dit en dat. Dat moet je lekker zelf uitvinden. Ja. Maar zelfs dat te zeggen, dat moet je lekker zelf uitvinden. Dat is een stappenplan, snap je? Ja. Nou, wat jij wel doet, en dat doe ik ook. En dat vind ik wel mooi. Jij hebt bepaalde boeken, kom je tegen. Je komt documentaires tegen. Je komt mensen tegen. Je hebt ervaringen. En daar praat je over. Ja. Weet je wel? Want er is niet één boek wat mijn levensvisie heeft beïnvloed. Het is een hele kast vol. Ja. Weet je wel? En dan vind je iets en denk je echt, wow, fuck, dit is... Weet je wel? En dan vertel je daar iets heel enthousiast over. Nou, jij kwam binnen met de stoïcijn Marcus Aurelius. Ja, ja. Zo van, ja, dat is gewoon... Tof. En is het dan helemaal stoïcisch? Nee, het is Percy, maar een stukje daarvan, een onderdeel van de puzzel, is dat. Weet je wel? En jij bent jouw unieke samenstelling. Ja, ik vind dat heel mooi dat je dat zegt, inderdaad. Dat raad ik ook veel mensen aan. En dat heb ik van Jim Rohn. Ken je Jim Rohn? Jim Rohn is een motivational speaker uit de jaren 70. Zeg maar, de leraar van Tony Robbins. Jim Rohn. Jim Rohn, beste mensen. Dit is mijn kijktip. Jim Rohn. Die kwam alleen naar YouTube. Laat een video van 2 uur, die moet je kijken, elke week, heel jaar lang, en dat is dan. Shit, heb ik toch een stappenplan gegeven. Nee, echt, dat is een hele fantastische man die motiveert zonder Tony Robbins energie. Want daar ben ik ook soms een beetje kriebelig voor. Mm-hmm. Want dan kom je voor de energie, in plaats van wat er gezegd wordt. Yeah. Dan denk ik, dan kan ik net zo goed gaan lezen kwesten. Stuk goedkoper. Maar, of gewoon Zumba dansles gaan of zo. Zumba dansles, ja. Staat springen. Koop een trampoline. Ja. En je bent helemaal blij. En die doet dat niet. Maar hij zegt ook, probeer wel een beetje een kennis van alles te hebben. Je moet geen expert worden op alles. Maar lees positieve boeken. Maar lees ook de biografie van Hitler. Ja. Snap je? Zie hoe mooi Gandhi kan zijn. Maar hoe klote Stalin is. Maar iedereen wil altijd Gandhi lezen.
Maar ik raad je aan om die van Stalin eens te kijken. Dan zie je pas hoe despicable wij als mens kunnen zijn. En dat is heel raar, maar dat geeft mij een hele positieve vibe. Want dan weet ik, we kunnen echt alle kanten op. Ongelooflijk. Nou, positieve vibe, maar heel raar woord eigenlijk. Sorry. Ja. Nee. Ik wil niet in elke aflevering over een boek, maar het is echt zo'n fantastisch boek. Wat ik wel, Het heet Dark Night of the Soul. Het is geschreven door een psychotherapeut. Ja. En die zegt eigenlijk van, weet je wel, de flow waar veel mensen het liefst zo snel mogelijk uit willen komen als ze minder dag hebben of als ze depressief zijn. Ja. Dark Night of the Soul. Dark Night is heel slecht. Dark Nights of the Soul. Ja, hij mag heel slecht. Ja, heel slecht dat ik dit op mijn telefoon zou doen, sorry. Ja, ik heb hem opgeschreven. Ja, ja. Moore heet hij volgens mij. Is in die dark nights, in die donkere momenten, dat kan je uitzeven. Daar zitten goudklompjes in. Daar wordt je persoonlijkheid gevormd. Daar leer je skills, vaardigheden, daar leer je jezelf kennen. Daar ontstaat complexiteit in jou als persoon. En daar zitten soms ook donkere randjes. Weet je wel, duistere krochten kom je daar tegen. Ja, ja, ja. Maar dat is niet erg, weet je wel. Dat draagt juist bij aan wie jij bent als persoon. Ja. En daar overheen willen stappen, te snel. Ja. Ik denk niet dat werkt. Dat zoveel mensen nu in een burn-out terechtkomen bijvoorbeeld. Dat is ook een soort van dark night of the soul. Want je zit op een bepaald pad, weet je wel. Je zit in een bepaald leven. In de rat race zit je vast. En door. Maar eigenlijk doe je niet wat je zou moeten doen. En dan loop je tegen de muur. Maar zo snel mogelijk uit die burn-out proberen te komen. Ja. Zonder te gaan kijken, waarom is het ontstaan? Wat zegt het over mij? Ja. Weet je wel, dat je daar jouw persoon verder gaat ontwikkelen. Ja. Volgens mij is dat niet de oplossing. Nee, en ik denk dat we het eigenlijk stiekem wel allemaal wel weten. Maar we worden ook wel gedreven natuurlijk. Dat de baas op het werk ook zegt, ga je over 2 maanden helemaal top die burn-out. Hij moet toch een beetje terug zijn. En de hypotheek die gaat ook zo. Weet je dat? Ja. Er zijn allemaal externe factoren die dat belemmeren. Maar ja, dan zit je er zo weer in. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen dat. Nou, burn-out heb ik nooit gehad. Dat vind ik een heel, heel moeilijk iets. Net als depressie. Mm. Dat is wel zwaar hoor, volgens mij. Als ik het mag horen van mensen. Maar ik ben ook wel ziek. Ik heb net weer in het intensive care gelegen. Ik vind het wel best. Ik heb 2 maanden een break gehad. Nog nooit zoveel Netflix gekeken. Ja, en een tijdje dat saai. Als maar, het gaat over wat je vroeg aan mij net, van wat is mijn definitie van het stoïcijnse gedachtegoed. Ja. Misschien moet ik het zo zomaar even doen. Ja, dat is maar. Ja. Ja. Ja, nu zeg ik het. Ja, dat is maar. Is het wel precies dat? Ja. Hoe kijk je naar de wereld? Ja, en. En hoe interpreteer je wat er gebeurt? En net zoals dat boek, hè, The Obstacle is the Way. Ja. Het is eigenlijk omgaan met de ellende. En dat zegt mijn zen-leraar ook. Die noemt dat zitten met de pijn. Mm. En zitten bedoelt hij ook meditatie. Dus je gaat zitten met jouw ellende. En er is niks moeilijker dan in stilte zitten met je eigen klote gedachten. Dat is zo moeilijk. Want je gaat malen. Hè? Oh, de pijn. En ik heb vaak gezien hè, dat we bij mensen aan het mediteren zijn in zo'n klooster. Dat mensen gewoon uit het niets gaan huilen. Of ze vallen flauw. En er gebeurt niks. Hè? Ik dacht je moet atleet zijn voordat je flauw valt. Nee, maar zelfs je gedachten kunnen je onderuit halen, letterlijk. Hmm. Dat vind ik heel mooi. Dat ze tijdens het mediteren flauw vallen? Ja. Erg waar? Ja, ik was niet. Ja, ja. Ik viel niet in slaap. Ja, misschien dat. Misschien maak ik het nou iets spannender. Nee, het was echt. Het breekt je mentaal. Hmm. En zitten met de pijn, dat willen we in het algemeen niet. We willen leuke dingen doen, we willen gelukkig zijn. En dat is. En ik ook, I got it. Maar om dat te bereiken, moet ik zitten met de pijn. En voor mij houdt dat letterlijk in met mijn handicap. Zeg maar, hoe ga ik daarmee om? Ik vertel net, ik wil veel meer video's maken. Ja. Maar mijn lichaam zegt nu al, purse toe is normaal. Weet je? Dat ik vanochtend ibuprofen moest nemen. Ik kan het nooit zeggen. Maar dan moet je doorheen. Nou, als je dat niet doet, dan kom je dus in die burn-out. Hè? Ja. Denk ik. Dus het is heel belangrijk om een gehoor te geven aan die ellende. Sterker nog, ik probeer het op te zoeken nu. Mijn ellende. Een daarvan is bijvoorbeeld, ik heb het probleem gehad bij mijn handicap om te laten zien. Dat is een van mijn pijnpunten. Want wat is je handicap precies? Multiple trichomonas frias. Een syndroom met allemaal ellende. Ik ben heel klein, kromme rug. Ik weeg 30 kilo nog maar. Ik heb hier een gat in mijn keel voor mijn beademing. Een machine thuis die mijn lucht in mijn longen pompt. Dat is allemaal medische ellende.
het grootste gedeelte van mijn medische probleem is eigenlijk hoe ik naar mezelf kijk in vergelijking met de buitenwereld. Dus ik wou nooit laten zien dat ik zo mager was. Dan schaamde ik me altijd voor, dus ging ik het bedekken. Nou, alsof je het dan niet ziet, zeg maar. toen dacht ik, daar moet ik vanaf. Maar nee, dat hoef je daar niet vanaf. In Nederland is toch altijd koud. Dan hoef ik toch niet langer mouw. Maar ik wil daar vanaf. En dat is een pijnpunt voor mij. En daar ben ik echt letterlijk aan gaan werken. Ik ben naar Singapore gegaan, omdat het zo warm is daar. Maar dan moet ik wel uit de kleding. Serieus? Ja. We gingen naar Taiwan. En ik dacht, we gaan eerst naar Singapore. Want dat is echt 30 graden, hè? Tropisch. Daar kan ik niet in de Noordface rondlopen. Nou, wij daarheen. En uiteindelijk uit de kleding. Het was een heel pijnlijk proces. Want ik dacht dat iedereen ging zeggen van, of naar mij ging kijken. Mm. Weet je, wow, wat loopt daar nou voor? Is dat Bart de Graaf 2.0? Weet je dat? En dat was niet zo. Niemand keek. Een beetje boos om ook van mij. Allemaal. Ja, waarom keek niemand? Hallo? 15 jaar! Ja. 15 jaar is zo gelopen voor niks. Allemaal angsten. En dat was zo raar. En toen kwam ik erachter, is net dat, dat iedereen voornamelijk bezig is met zichzelf. Mm. Dat was enorm inzicht, omdat mij dat een vrijkaart gaf om te doen wat ik nou wil gaan doen. Zeg maar, ik heel egoïstisch, maar, of nou, misschien niet. Dat, ik dacht, wauw, als toch niemand kijkt, ga ik dat toch? Snap je? Ja, zeker. En natuurlijk is dat niet zo, iedereen kijkt wel een beetje, maar je snapt wat ik bedoel. En dat heb, dus het feit dat ik nu zo durf te lopen, dat escaleerde naar veel meer nieuwe dingen die ik... Ja, durf het te gaan doen, zeg maar. Waaronder video's maken. Heel veel mensen zeggen dat. Als ik mezelf film, dan hoor ik mijn eigen stem. Vind ik zo lelijk. Ik ook. Maar na een tijdje breekt dat wel. En in het begin waren de video's. Hallo, ik ben Pustin over. Nou zijn ze beste mensen van Groene Leven. Het is heel erg bevrijdend. Ja. Bevrijdend. Ja. En dat is heel mooi. Ja, wat ik ook in proef is gewoon don't take life too seriously. Weet je wel? Dat is een bepaalde... Ja. Dus je wou de vivre, een bepaalde, ja. Weet je wel, gewoon ja. Levensfilosofie achter. Ja, weet je, enorm. Ja. En dat is ook als je dieper in de zen duikt, materie, wat heel erg overeenkomt met stoïcisme. Nogmaals heb ik het niet lekker op het café, lekker zen zo, maar dat is best wel hard. Mijn zenleraar die zei een keer, we kwamen met z'n allen binnen, gingen we mediteren. Leuk dat jullie er zijn, maar eigenlijk is het helemaal niet nodig. Hmm. Hoe bedoel je? Ik ben helemaal aan de avond hier naartoe gekomen. Hij zei, het is niet nodig dat we hier zijn om te mediteren. Dat zegt zij, het zit er al, je weet al wat er zit. Dat is er, je hoeft eigenlijk niks meer te doen. En toen dacht ik, oh, nou kijk, dat is goed zelfmoord plegen. Maar toen zei hij, maar toch gaan we het nog één keer doen. En dat is een beetje, je hoeft het niet te doen, maar toch gaan we het doen. Ik ben hier niet, dit hoeft niet. Is het hetzelfde als dat ze zeggen van, je kan verlichting niet bereiken, je bent het al? Ja. We zijn allemaal al verlicht, ja. Alleen je weet het niet of zo. Is het ja, dat... Dat kan ik dus niet uitspreken. Er is een bepaalde... Laat het weten met z'n mensen. Nee, er is een bepaalde... is dat stroming in het boeddhisme? Waar Jan Geurts ook les in geeft, bijvoorbeeld. Ken je Jan Geurts? Ik ben heel slecht in... nee, ik ken niemand. Tsogchen. Nou, anyways. Maar die zegt dat ook... dat we in principe zijn we allemaal verlicht, ja. Bijvoorbeeld. En weet je, dus ja. Hetzelfde wat jij zei, de meest waarschijnlijk zegt van, het hoeft niet. Het zit alleen, ja. Alleen we weten ja. Het niet, is het dat? Nou ja, er zijn, dit is heel specifiek zen nu dan. Je hebt twee stromingen in zen. De een zegt, je bent al verlicht. De ander zegt, je bent het niet, je moet het behalen. Dat is Rinzai en Soto school. Dat zijn twee scholen mm-hmm. In de zen stroming. En zen is eigenlijk een stroming van het boeddhisme. Dus ja. Ingewikkeld. En hoe ik het zelf benader, mijn school... is dan weer een combinatie van die twee. Wat ik heel erg interessant vind is... wanneer je het gaat hebben over verlichting... wordt het gelijk een intellectueel gesprek... wat het eigenlijk niet moet zijn. Mm. Dat is de Tao Te Ching, hè, het Taoïsme. Dat boek, de I Ching. Is het niet de I Ching? Nou, die zegt eigenlijk... wanneer je iets gaat beschrijven... dan is het... Dat kan niet. Dus ik ben niet bezig met die vraag... hoe kom ik tot de staat van verlichting... of ben ik het al of moet ik het zijn? Want dan wordt het zo'n ding, zeg maar. Ik vind het echt super toevallig dat wij dat daar nu, alhoewel ik niet denk dat het toeval is, dat wij het daar nu over hebben. Ik kwam het laatst ook in een podcast tegen en die voelde het ook wel heel mooi. Het feit dat het zo'n intellectueel ding wordt, is omdat er al heel veel mensen al heel vaak geprobeerd hebben om een bepaalde toestand, een bepaalde staat ja. In woorden proberen uit te drukken. Ja, ja.
Maar dat leidt af van het feit, het gaat om die toestand. Maar ja. Al weet ik hoeveel jaar proberen wij dat te omschrijven. Ja. En als je gaat letten op de omschrijving, dan wordt het een intellectueel. En dat wordt een struggle. Ja. Het wordt een gevecht intellectueel. Misschien hebben we daar ook wel oorlogen, I don't know. Maar als ik jou vraag, wat is liefde? Snap je? Of verliefd zijn? Jij hebt een versie daarvan, ik heb een versie daarvan. Dan hebben we nog onze Nederlandse cultuurversie. Ja. Mijn vriendin is uit Taiwan, dat is een. Liefde is totaal anders. En mensen bekritiseren me daar wel eens om. Waarvoor geef je geen bloemetje aan je vriendin? Bloemetje in Azië, dat geef je in begrafenis, hè? Ja. Ja. Ik ga. Mijn liefde is geen begrafenis. Misschien op jouw trouwerij. Maar snap je? Dus dat is allemaal anders. Dat is allemaal anders. Kijk naar de Marokkaanse gemeenschap. Dan is liefde ook een heel ander iets. Ja. Wie ben ik om daar iets over te zeggen? Natuurlijk ga ik er wel iets over zeggen, want ik ben Nederlander. Maar stap op een hoger punt. Ja. Huh? En dat zit ook met dat soort dingen als verlichting. Het is heel moeilijk om te beschrijven. En in principe doet het er ook niet toe. Denk ik. Het doet het. Nou, ja, nee, natuurlijk. Weet je, het is... Terwijl we er eigenlijk ook een intellectueel gesprek van gemaakt hebben. Ja, nou, weet je, wat ik er leuk aan vind, is, en dat is de reden waarom we het er wel over hebben, en waarom we wel allerlei boeken lezen, we er wel mee bezig zijn. Ja. Voor mij is dat ook bijvoorbeeld een hele bewuste keuze, van waar voed ik mijn geest mee? Kijk ik televisie, of luister ik niet zeggende discussies, of kies ik er heel bewust voor om wel, nou, dat hoeft dan niet altijd super intellectueel te zijn, ik bedoel, maar... ik ben wel mindful en waar ik mijn hoofd mee voed. Mijn mind. Ja. Omdat ik denk dat herprogrammeert mijn automatische piloot, waardoor ik weer in een betere richting blijf gaan. Ja, ja, heel mooi. Heel mooi. Heel dus, mooi. Weet je wel, moet het altijd een intellectuele discussie zijn? Nee, maar weet je wel, helemaal niks doen. En dan maar gewoon... Netflix is echt goed, geen goed voorbeeld. Netflix is hartstikke goed om te kijken. Maar, nou ja, ligt eraan wat je kijkt. Ja, ik weet even niet... Ik kijk geen televisie meer, dus ik weet niet... zoveelste de Wie wordt de nieuwe chef-kok of whatever. Dat is een mooi punt. Hè, want ik heb ook geen tv. Mijn ouders wel. En ik heb er laatst nog op Jim gestemd van The Voice of Holland. Vond verdomme goed zingen, jongen. Ik ga stemmen. Terwijl mijn hele familie kijkt, al weken lang. Ik kijk één episode. Ik kan geld spenderen, ik ga op Jim stemmen. Hun niet. Dat is wat, het is niet hun wij, maar er is niks mis mee met, en dat vind ik soms ook moeilijk hoor, dat het dan alleen maar documentaires en... er is ook een plek voor plezier en ontspanning, downtime. Ja, maar je moet het wel een beetje beschermen. Gamen, of om even niks te doen in de horizon te zitten. Ja. Ja, daar is zeker ruimte voor. Ik denk dat het heel belangrijk is. Tenminste, voor mij persoonlijk. Mm. Door niet alleen maar zware materie te lezen. Wat ik heel erg leuk vind, wat mij heel inspireert, zijn de altijd biografieën van mensen. Niet eens in mijn vakgebied, maar gewoon totaal anders. Boekentip van Nike, Shoe Dog. Dat is de biografie van de oprichter van Nike. Fantastisch boek, man. Yeah. Dat is heel grappig geschreven. En gewoon hoe Nike is gestart, weet je, dat is gewoon een apart verhaal. Dat is gewoon natuurlijk een schoenenmerk, maar dat komt ook voort uit iets. De biografie van Arnold Schwarzenegger is fantastisch. Total Recall, My True Life Story, fantastisch. En dan heb je nog die, ik ga nu wel even titels droppen. Ik schrijf mee. Ray Kroc van McDonald's, de oprichter van McDonald's. Ja. Die kwam gewoon in contact, die man verkocht milkshakes aan de gebroeders McDonald's. En dan was Ray Kroc die zei, lekker restaurant, dan moeten we groter maken. Maar die twee broers waren soort autisten die, nee, we willen klein alles in controle houden. Maar die heeft dat dus eigenlijk gestart. Mm. Heel interessante dingen. En dat lees ik liever dan How to Be Zen in drie stappen. Wat je daarmee doet is volgens mij, wat ze binnen NLP noemen, het modelleren. Gewoon door kijken naar gewoon succesvolle andere mensen. Ja, misschien. Van, wat voor keuzes hebben zij gemaakt? Ja. Wat voor obstakels hebben zij tegengekomen? Zijn ze daarmee omgegaan? Ja. En daar je lering uit trekken. Ja. En dat is denk ik ook, wij zijn gewoon mensen, wij zijn verhalenvertellers. Ja, weet je wel? Dat is heel belangrijk. We willen bij het kampvuur zitten, dat is vroeger, en gewoon naar elkaar luisteren en daar iets uithalen. Dat is de reden waarom die verhalen zo superkrachtig zijn, denk ik. Nou, dat is mooi dat je dat zegt. Ja. Wij zijn verhalen. Ik denk dat het enige verschil is met de A. Volgens mij uit het boek Sapiens, was het ook in het begin. Dat wij de homo sapiens, wij dus, het verschil met ons en de andere mensensoorten. Want er waren heel veel mensensoorten, hè?
de Neandertalers. Ja, we hebben gewoon iedereen uitgemoord vorige week geleerd. Ja, en dat komt voort, niet omdat we sterker waren, want de Neandertalers, hoe heet die gasten? Neandertalers? Ja. Die waren sterker dan ons, lichamelijk, fysiek en bouw. Een gorilla, die slaat me helemaal de kloten, zeg maar, die is ook sterker. Maar het enige wat wij kunnen als sapiens, de homo sapiens, is wij hebben de kracht om verhalen te vertellen. Dus ik kan tegen jou zeggen, hey, je moet daar niet in het bos, want dan is daar een leeuw. Dat konden alle anderen, konden dat bijna niet. En wij konden ook verhalen gaan verzinnen die eens niet eens waar zijn. Is dat hetgeen wat ons... dat verbindt ons. Maar dat ons geen ook de competitive edge heeft gegeven? Ja, want opeens konden we samenwerken. Ah, door het vertellen van verhalen. Ja. Dus wat deden we bij die Neandertalers? Die gingen we gewoon eromheen omkringen. Want we konden met z'n allen doen. En dan konden ze afmaken. Terwijl die gast met die knots. Zo Fred Flintstone. Het probleem is wel ook dat dit escaleert. Dat we ook verhalen gaan vertellen die op zich niet zozeer waar zijn. Maar wel ons ondersteund hebben. Zoals mythes. Mm-hmm. Hè, hoe meer ontstaat. Toen kwam religie. Zeg maar. Of dat nou waar is, I don't know. Maar het is een verhaal. Geld. Dus wij leven allemaal in een wereld van verhalen. Dus de truc is, en dat zie je ook in de cultuur natuurlijk, in welk verhaal geloof je? Waar het ook nog fout kan gaan is dat je een intern verhaal hebt. Mm. Ik ben niet goed genoeg. Mm. Ik kan het niet. Ja, ik ben geen vlogger. Ik ben geen goede moeder. En wanneer je daarin gelooft, wat heel krachtig is, ja, dat onderschept wel je kunnen. En dat is, nu ga ik weer terug naar die Zen. Zen probeert dat verhaal te doorgronden. Van, is dat wel echt de waarheid? Is broccoli echt wel een hele lege plek? Misschien is het fantastisch. I don't know. Nou, dat is heel krachtig. Wat zijn bij jou je gaf het al een beetje aan, de verhalen geweest waar jij je van moest losmaken? Dat mijn handicap mij in de weg zit voor mijn carrière. Whatever die carrière is. Ja, was dat een logische follow-up? Wat ambieer je? Weet ik niet. Mijn ambitie, ja wel, weet ik wel, is om te zijn wie ik uiteindelijk echt ben. En wat dat dan is, dat is heel moeilijk te beantwoorden. Ik heb niet echt een businessplan. Ik wil uiten wat hier zit, ter hopelijk inspiratie voor andere mensen, maar ook voor mijzelf. Om verder te komen dan ik aan mijn beademingsmachine lig. Nee, ik kreeg een indicatie dat ik niet meer kon lopen, dat soort dingetjes. En ik loop weer. Dat is natuurlijk al een verhaal wat veranderd is. En ik ben heel erg benieuwd wat over een jaar is. Waar sta ik dan? En daarvoor vlog ik ook. Ten eerste om de mensen te entertainen. Maar ook voor mezelf. Om te kijken. God de peus, jongen. Ik zat met mijn eigen video's te kijken. 2 maanden geleden zat ik zo op de intensive care een video te maken. Mm. Hey, beste mensen, ik neem even een break. Yeah. En nu zit ik hier. Fantastisch. Yeah. Ja. En dat is eigenlijk mijn ene soort ambitie. Dus ik heb... Ja, kloot als de investeerders nou zijn, want ik heb helemaal geen een miljoen omzet. Nou, een miljoen omzet is allemaal een oorzaak van wat hier zit. Mm. En als ik kijk naar de grote mensen die mij inspireren, Oprah Winfrey, Gandhi, weet dat soort luipstalen, die zijn echt gaan uiten wat in hun hart zit. Zelfs Hitler, rare insteek, die deed dat. Als je kijkt naar zijn speech, even los van de content, want die is verschrikkelijk, maar die uiten zich echt enorm uit zijn hart. Hij sprak met emotie. Totaal de verkeerde redenering, maar hij stond daar wel. Ja, vind ik mooi. Nogmaals, niet wat hij gedaan heeft. Snap wat ik bedoel, hè? Ik snap niet, het wel. Daarom zeg ik een dankje naar beneden. Nee, dat gaan we even, dat laten we nog even uitknippen en tegen je gebruiken. Nee. Shit, over 10 jaar. Die Hitler lover. Ja. Nee, verschrikkelijk. En ook over IS. Mm. Het is wel een hele rare insteek, maar als je kijkt hoe gemotiveerd gedreven we zijn. Hè? Het heeft te maken met het overbrengen van energie. En van en dat is ook wat jij denk ook probeert. Weet je wel? Ten het goede. Ten het goede, ja, zeker. Ja. Whatever dat is. Ja, en dat is denk ik ook wel de reden waarom mensen naar je... Want het gaat over, trouwens over verhalen vertellen. Dat is feitelijk wat je ook gewoon doet. Ja. Je hebt het niet over zen. Ja. Maar je hebt het wel... Je laat je verhalen uit je leven zien. Ja. En daarin sijpelt door hoe je tegen het leven aankijkt. Ja. Ja. En daarmee inspireer je mensen, denk ik. Ja, mij wel. Ja. Ja. Dankjewel. Nou ja, dat is denk ik wat je moet doen. En, ik denk dat daar wel... ik zie dat daar blijkbaar een soort behoefte aan is.
Terwijl ik in het begin heel erg had gedacht, wie wil nou mijn verhaal horen? Dat is zo'n belemmerende gedachte. Wie wil het nou horen? Maar als ik kijk naar, waarvoor kijkt iedereen Kim Kardashian? Hmm. Weet je, waarvoor kijkt iedereen Enzo Knol? Fantastisch jongen, hè, trouwens. Enzo Knol, ik vind het echt heel goed wat hij doet voor de kinderen. Wij zijn gewoon geïnteresseerd in wat jij doet. Dat is waarvoor ik hier ben. Nee, natuurlijk om mijn verhaal te doen, maar ik vind ook leuk hoe jij hier leeft. Dat wil ik zien, wat dat meemaakt. Dus blijkbaar is daar toch behoefte naar. En toen dacht ik, oh ja, oké, okay, nou, dan ga ik dat gewoon laten zien. Hoe lang vlog je al? Ik denk nu een jaar of zo. Ik heb langer geblogd. Dat werd een podcast. Dat werd Snapchat. Daar begon ik mezelf te filmen. Dat is al de eerste stap, hè? Eng. Ja. Toen werd dat Instagram stories en nu is dat meer vlog. En wat ik nu probeer is dat ik altijd gewoon vlog maak van stil zat. Ik ga je vertellen. En nu probeer ik je mee te nemen. Ja. Dat is wel een veel intensievere vorm van content maken. Maar ik kreeg allemaal mails binnen van mensen. Oh, dank je, video's. Ben ik nu de wereld aan het reizen? En toen dacht ik, ja, leuk. Maar ik zit nog in mijn slaapkamer hier. Ik wil ook die wereld reizen. Dus ik probeer mijn content nu wat dynamischer te maken. En lang leven de lol. Maar daar stiekem in. Ik zie er ook mijn doelen voorbij komen. Ja. En mijn struggle met familie, liefde, I don't know. Dus, en dat is heel mooi. Hè? Ja, wat ik heel leuk. Ja, leuk. Heel recentelijk heb jij ervoor gekozen om te stoppen met Insta-stories. Ja. En ik heb je vlog gekeken over de reden waarom. Oh ja, ja. En, oh ja, laatst. Ja. Vrij recent, vorige week. Ja. Wat ik daar heel tof in vond, is dat je dit zien. Nou, hoe ga je om met het stellen van doelen? En hoe zorg je ervoor dat je die doelen haalt? Want daar ging eigenlijk je vlog over. Ja. Dat is iets waar ik het vaak ook over heb gehad. En, ja. Vind je dat moeilijk? Nee. Maar ja, niet moeilijk, maar gewoon de manier waarop je het benadert. Super interessant. Nee, maar vind je dat moeilijk om te doen? Om bij je ding te blijven wat je moet doen? Daarvoor ben ik al iets te lang bezig, zeg maar. Net als jij ook, weet je. Met heel professional, bewust. Professional, ja. Nou, goed. Heel bewust die doelen stellen. En het bizarre is, want jij journalt ook, daar wil ik het wel met je over hebben. Kijk je terug. Ja. En dan, ik had in één keer weer zo'n stuk papier gevonden waar mijn doelen op stonden voor 2016, volgens mij. Ja, dat is leuk, hè? En echt zo, holy shit. Ja. Ook toen ik vergeten was, ik niet meer, zeg maar, want ja, 2, 3, weet je, die onthoud je wel. Maar ik had er 10 opgeschreven. Ja. En denk, ik kan er wel 8 afstrepen. Ja, dat is mooi, hè? Of de helft of zo. Ja, al is er maar 1. Ja. En de vorige keer dat je doelen opschrijft... We hebben natuurlijk heel diep nagedacht. Zo van, ja, fuck, wacht eens even. Ik moet echt heel goed nadenken wat ik opschrijf. Ja. Want het werkt wel zo. Dus ik wil ze niet te klein maken. En ik wil er echt goed over nadenken. Maar wat wil ik echt, weet je. Omdat ik weet dat het super krachtig is. Dat het gewoon zo werkt. Ik begrijp niet hoe het werkt. Maar het werkt. Ja, precies. Ga ik dan toch een stappenplan uitleggen. Maar daar zijn er echt een paar dingen waar ik toch wel in geloof. Dat is de kracht van pen en papier. Ik weet niet waarom. Ik haat het ook zelfs, want ik doe het liever alles digitaal. Maar dan moet ik met zo'n boekje, moet dingen opschrijven. Maar het werkt. En ik denk dat het te maken heeft met dat wanneer je iets opschrijft, het is niet de pen en papier, maar omdat je iets opschrijft, wat je ook niet meer kan gummen, moet je nadenken. En dat is al een plus. Weet je, ik moet in mijn, oké, de doelen van april. Nou, wat ga ik doen dan deze maand? Nou, dat is al win. Weet je, en zo simpel kan het zijn. En ik geloof er echt heel erg in dat dat werkt. En van de 5 doelen die ik opschouw, haak ik 3 niet. Nee, dat is dan. Het is meestal iets met belasting. Belasting of nee, is geen doel, is een to-do-list. Maar het is enorm krachtig. En ik kwam erachter inderdaad dat een van mijn doelen van dit jaar is om 10.000 YouTube-abonnees te hebben. Ik zit nu bijna 5. Dus ik moet nog aardig way to go. Maar ik merkte dat ik heel veel video's plaats op Instagram. En heel plat gezegd, als je een video plaatst op Instagram, is het na 24 uur weg. Ja. En ze zijn niet zoekbaar. En dus nieuw publiek kan het niet vinden. Ja, het is heel vluchtig. Het is heel vluchtig. Ja. En daarbij, Instagram is een vluchtig medium. Waarbij mensen heel vaak het verhaal doorspoelen, zeg maar. Terwijl ik daar heel veel tijd in stak. En toen zag ik dat met mijn doelen. Ik zit helemaal niet op YouTube, ik zit eigenlijk heel erg op Instagram. Dat is even heel specifiek voor mij dit probleem, maar waar ligt de focus? En dacht, ja, daar moet ik gewoon mee stoppen. En de ene zegt, ja, maar ik kan toch af en toe wel plaatsen op Instagram? Nee, want als ik hier nu ben en met jou in gesprek ben en ik wil iets filmen, dan zit mijn creatieve proces, is het nou Instagram of is het YouTube? Of nog erger,
Facebook of LinkedIn. Mm. Of een beetje pas op Twitter. Dat is snipperende aandacht, waardoor je mentaal, het kost heel veel energie. En ik had een keer gelezen in het boekje Nooit meer druk, dat je hersen, wat was het ook weer, ik ga het helemaal verkeerd zeggen, is het grootste energiezuigende onderdeel van je lichaam, terwijl die het minst groot is. Dus in verhouding vreet dit veel meer energie dan dit, mijn longen. Ja. Terwijl ik dacht altijd, oh, als ik meer energie wil, moet ik betere longen hebben. Nee, het gaat erom hoe je energie verspilt in je hoofd. En door dus versnipperende aandacht te hebben, dat is mega uitputtend. Dus ik ben gestopt met Instagram nu 1,5 week geleden. En ik focus nu op YouTube. Nou jongen, ik heb nog nooit zoveel content gemaakt. Omdat mijn aandacht heel erg gefocust is op dat YouTube kanaal. En dat zie ik in mijn reacties, dat zie ik overal in terug. Ja. In mijn analytics, in de groei van mijn kanaal. Ik ben een beetje bang van zelfs. Ja, het is echt wat te zeggen, wat je aandacht geeft groeit. Ja. En dat weet iedereen. Ja. Maar dat moet je dan toch even weer een keer zo'n echt wel first-hand meemaken. Zo, fuck, zal ik gelijk. Klopt. En dat is natuurlijk de vraag. Ja, van, wat wil je laten groeien? Ja. Dus als ik heel erg focus op negativiteit, dan groeit dat. Ja. Ja. Dat vond ik zo mooi, zeg maar. Je voorbeeld, je laat je journal zien. Ik zou trouwens dat linkje naar die vlog ook wel even hieronder erbij zetten. Ja, dat is is dat door het opschrijven en ook door het terugkijken, zie je ook, zeg maar... Ja, vertel zelf maar. Jij journalt dagelijks. Ja. Hoe zet jij je journal in? Wat doe je ermee? Nou, niet elke dag, daar zou ik wel heel eerlijk in zijn, maar zoveel mogelijk wel. Maar als je een dagje skipt, of 2 dagen of een week, no problem. Maak het niet weer een ding, weet je. Wat ik doe, ik schrijf, dus vandaag ook, heb ik de datum opgeschreven met een rode pen. Ik doe altijd een kleur. De datum had ik in kleur, want dan weet ik in mijn journal wanneer een dag is. Ja. En de dag geef ik een titel. En dat doe ik eind van de dag. Dus ik heb er nu alleen de datum opgeschreven. Dus vandaag wordt waarschijnlijk... ik ben in Broccoli geweest bij Sjelle. Maar zometeen als ik thuis ben, ga ik waarschijnlijk een review. Ja. Hoe vond ik zelf het interview gaan? Hoe was jij? Waar sta jij voor? En dat is misschien... heel veel mensen zeggen, oh, sta ik in je journal? Ja, waarschijnlijk wel. En niet altijd even goed. Gaat ook in. Dus dat is ook heel privé, hè? Yes. Dat is echt heel erg privé. Dat is mijn enigste plekje... waar al mijn geheimen, moet ik zeggen. Ik ben ook bang als mijn ouders het vinden. De ongefilterde versie. Ongefilterde versie. En het is denk ik heel belangrijk in de tijd van nu om een ongefilterde ruimte te creëren voor jezelf. En dat is mijn journal. En dan schrijf ik gewoon zo meteen een paar zinnen op. En that's it. En 1 keer in de maand schrijf ik dus een pagina. Wijd ik toe aan de doelen of de dingen die ik wil doen deze maand. En zijn altijd opgebroken in 3 categorieën. Ik heb een gezondheidsdoel. Momenteel is dat 75% voor 9 uur 's ochtends opstaan. Van de maand. 75% van de maand? 75% van de maand. Voor 9 uur 's ochtends. Okay. Ja, dus ik wil eerder wakker worden. Dat is voor mij een heel groot probleem. Daarbij wil ik 1500 milliliter per dag gedronken hebben. Dat is ook 75%. Is dat maar. Ik heb mijn Apple Watch houdt bij hoeveel. Het klinkt allemaal wat geforceerd, hè? Maar je moet je soms in de ritme duwen. Ja. En waarom die 2? Ik denk dat vroeg opstaan belangrijk is. Dat is een heel andere dag heb je dan. En water drinken is gewoon volgens mijn diëtist echt knetterbelangrijk. Mm. Voor mijn spierbouw die ik niet heb, moet ik dat heel goed onderhouden. Nou, dat is net een zakelijk doel. 8 YouTube video's uploaden deze maand. Ik zit er nu al op 5, dus dat gaat goed. En het is nu de... Tiende. Oh joh. Ja, dus ik loop een beetje voor. Dat komt dus omdat ik het Instagram gestopt ben. Ja. Snap je? En daar heb ik nog een andere. Ik heb €2000 van KLM ontvangen. Dat is een financieel doel. Ik een reis die niet doorging. Ben ik te lui om achteraan te zitten. Zo slecht, hè? Anyway. Dus zo probeer ik een beetje op te splitsen. En heel veel mensen denken bij doelen stellen altijd een ton omzet, dit soort. Maar het kan dus zo simpel zijn als 3000 stappen per dag zetten. Ja. En misschien zeggen dan, ja, wat heeft dat nou voor invloed? 3000 stappen per dag. Heel veel. Echt heel veel. Je gezondheid is anders en dat soort dingetjes. Dus, want werk je dan ook met een soort van overkoepelend lange termijn visie of lange termijn doel waar je naartoe wil? Ik heb een jaarlijkse doelplan. De eerste is 10.000 YouTube abonnees. Andere is een financieel doel, toch wel. Ik wil €20.000 op mijn rekening hebben voor buffer. Ja. Dat is gewoon als mijn huur naar de kloten gaat, dat ik altijd een jaar buffer heb. Daar zaten we altijd aan, maar die heb ik momenteel niet doordat ik ziek was. Die wil ik weer aanvullen.
tot 20.000. Wat was het ook weer? Naar mijn lichaam luisteren. Dat is een tricky one. Ja, want wil jouw hoofd veel sneller of meer dan je lijf? Ja. Dat is ook ja. Wat ik proef ook in je video's. Want ja, weet je wel? Ja. Met je hoofd is niks mis. Weet je wel, jij wil net zo vooruit. Als... mijn vriendin denkt er anders op. Nee hoor. Nee. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat best wel strijd oplevert. Dus zeg maar wat jij wil, zeg maar, wat je mind wil en wat je lichaam je toestaat. Ja. En we hadden het voordat de camera aanstond, hadden we het even over de digitale nomade lifestyle. Ja. Vroeg ook aan mij van, hoe is dat? En daar zat ook een strijd tussen. Je wil en zeg maar mooie dingen doen, maar je wil ook bouwen aan je bedrijf en je business. En dat kan niet samen. En jij wordt zeg maar gedwongen zeg maar, daarin. Zo van, jij wil ook gewoon je ding doen, maar je lijf zegt gewoon, ja, sorry. Ja, maar je net aan de ene kant, hè. Klopt, helemaal mee waar. Dat weet ik niet hoor. Ja. Het is zeker een dingetje. Aan de andere kant is mijn voordeel. Waarom? Omdat ik veel meer dan jou heel erg moet opletten waar steek ik mijn energie en tijd in. Hm. Om toch nog de mensen te bereiken, maar toch dat ik zelf niet doodga. Ja. Zeg maar. En dat is dus de reden waarvoor ik tegen Instagram moet zeggen, nee. Dat is de reden waarvoor ik tegen mensen moet zeggen, ondanks dat ik websites kan maken, en heel veel mensen komen, nee. Dan heb je geen zin. Ja, ook niet. Maar ook nee, ik heb andere dingen te doen. En daarom wordt het leven heel erg simpel. Ga ik ook bijna niet naar verjaardagen. Dat is een ander verhaal. En ik heb heel veel dingen die ik niet doe. En dat lijkt heel erg stoïcijns. Maar ja, hoeveel dingen kan je doen? Hoeveel dingen kan jij doen, snap je? Ja, het is... omdat jij zo'n duidelijke richting hebt, denk ik... Dat je niet wil afleiden door die bij jou wordt dat gewoon wat zichtbaarder dan misschien bij andere mensen. Ja. Of bij jou is dat urgenter. Het lichaam gaat gelijk zeuren. Ja. En dus ik heb gelijk een mentaal, fysiek probleem. En dat is eigenlijk heel mooi, want dan weet je dus dat je de verkeerde kant op gaat. Ja. En zo simpel is het. Dus ik zie dat een beetje als een plusje. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook geen plus, want ik heb helemaal geen zin om aan die beademing te liggen zometeen. Dus ik moet daar heel erg op letten. Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Alleen bij jou komt misschien het lichamelijke kwaaltje komt pas later. En dat is lastig. Ja. Soms. Dat is een burn-out. Ja. Depressie of I don't know what. Van alles. Of gewoon alles. Hoofdpijn. Hoofdpijn, ja. Weet je wel? Ja. Anyways. Ja. We weten wat er... Nee, wat dan ook. Zeker, ja. We hadden het over je journal. Heb jij een journal? Hou je uit, doe je... Nee, ik ben... ik heb van die vlager. Weet je, een dankbaarheidsoefening een paar weken doe. Ja. Ik schrijf wel... Ja, ik heb niet een journal. Ik heb wel een bepaalde methodiek waarmee ik werk. Ik heb mijn toverboek, dat ligt daar. Oh shit. Mijn boek. Ja, ik heb een cadeau gekregen. Ja. Normaal zijn ze zeg maar zo... waarin zeg maar zowel mijn to-do-lijst staat, ja, als mijn doelen en mijn roadmap. Ik werk met een roadmap. Ja. Dus ik heb een vision board, ja, nu toevallig niet in mijn oude huis, een vision board gemaakt van gewoon knippen plakken. Oh ja, dat schijnt ook heel gaaf te zijn. Ja. Dat heb ik nooit gedaan, maar dat is echt aanraden. Oh, ja. Elk jaar. Ja. En het is ook heel tof om de ontwikkeling daarvan te zien. Ik heb nu zeg maar 3 jaar achter elkaar. Ja. Dus soms... de eerste keer zaten er zoveel plaatjes op, zat zo vol. En dat was ik echt, zeg maar, hoe ik toen in het leven. Oh, wat weet je wel. Ja. En dat het allemaal over elkaar en past niet. Ja. Andere mensen gaan heel erg. A1 papier. Heel erg scattered. En het jaar erop was er in één keer heel veel space tussen de plaatjes. Ik denk, het is wat rustiger. Ja. En nu was die wat meer gecompartimentaliseerd. Dus weet je, een stukje over mindset en zo wilde ik leven. Dus het ontwikkelt zich. Maar ook, dat is net zo krachtig als het opschrijven van die doelen. Want als ik naar mijn vision boards kijk, denk ik. Misschien nog wel krachtiger. Ja, omdat het visueel is. Ja. En wat is dan nu, als ik jou mag vragen voor dit jaar of de aankomende jaar, I don't know, de aankomende tijd voor jou een dingetje waar je... Nou, wat ik nu merk, is dat ik echt wel in een flow zit, zeg maar. En zakelijk, wilde ik heel graag, ik had natuurlijk Love Fit Food, ik was op een bepaald traject,
wilde me daar uithalen uit het bedrijf, zodat ik weer kon focussen op nieuwe dingen. Ik ben van het bouwen, ik ben een initiator. Ja. Ik ben heel goed in de eerste 25-50% van een project of van een wens. Of startfase. Ja, vind ik leuk. Daar krijg ik heel veel energie van. Aha. Maar op het moment dat je eigenlijk zeg maar gaat eindelijk zeg maar, zodat dan de voordelen van iets kan gaan krijgen, zeg van oké, we gaan overleunen. Loopt niet allemaal. Dan ben je al weg. Dus ik kom misschien wat geld binnen. Je weet, het zou leuk zijn. Ja. Weet je wel? Dan verlies ik interesse. Ja. Ik vind dat nieuwe, dat uitzoeken, dat vind ik leuk. Om, om op ontdekkingsreis gaan eigenlijk. Ja. Problemen oplossen. Dat legt ook een beetje uit. Of dat digitale nomad-stijl. Ja, dus zo, het reizen. Dat is weer een pizom. Dat is ook weer van, oké, gaan we gewoon ontdekken. Ik heb nu Peru wel gezien, volgende. Ja. Ik heb nu broccoli wel gezien, volgende. Ja, toch? Of niet? Ja, zeker. Ja. Dus dat een van mijn doelen was ook om die switch te... om daarvan los te komen zonder het te verliezen. Ja. Dus ik heb mezelf nu zo van business owner gemaakt. In plaats van dat ik LoveFitFood ben, samen met Maaike. Ja. Is het nu een bedrijf wat ik wil runnen. Ja. En waar andere mensen taken voor mij doen. Dus dat was een van de grote doelen ook. Nou, het is nu april. ik heb hem in het eerste kwartaal al gehaald. Ja. Dus dat is mooi. Maar wil jij dan altijd iets nieuws opstarten? Wil je altijd iets nieuws opstarten? Nou ja, dat is zwaar, weet je wel. Want je zit continu in de fase van 0 naar 1. Je bent continu aan het bouwen. En dat is heel erg intensief. En dat is heel erg zwaar. Maar ik vind dat wel het allerleukste. Ja, stiekem. Ja. En, dus dat was een van de dingen waar ik mee bezig was. Dat digitale nomade lifestyle, ja, weet je. Ik ben nu 3/4 jaar verder. En ik kom erachter dat het, weet je wel. Je weet dingen pas als je ze doet. Ja. En je denkt, dit vind ik helemaal fantastisch. Ja. Ja. En dan doe je het en denk je, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Ja, nee. En dat zei iemand laatst, van, maar het is toch zonde, dan is je droom aan in duigen. Denk ik, nee. Mijn droom is helderder, want ik weet het niet van. Dat, wat dat je niet wil. Ja. Super belangrijk. Ja, dat is trouwens ook een plus van je doelen stellen. Dat na een tijdje kom je ineens achter, dat wil ik helemaal niet meer. Ja. Ik heb altijd gezegd dat ik een Tesla wil, nu ook een camper. Ja. Dus ik kan het nog duurder trouwens. Dus ik denk dat Tesla ook gewoon campers moet gaan maken. Tesla camper, wow, dat zou vet zijn. Holy shit. Ja. Nee, maar dat Elon Musk, dat, als je luistert, Hallo. Elon, hallo. Okay. Ik wil naar Mars. ik denk dat helemaal geen probleem is. Om dat telkens te vernieuwen. En het komt ook... ik zag het wel altijd is een probleem. Om altijd op de hak op de tak iets anders te gaan ondernemen. Ja, dat is wat anders. Ja, dat ook. Maar ook... toen kwam ik, er zijn naar mijn idee twee artiesten. Je hebt de Rolling Stones, die spelen hetzelfde liedje sinds 50 jaar geleden. Ja. Welk nummer? Painted Black? I don't know. Satisfaction. Rolling Stones? Ja, Satisfaction. Dan heb je Lady Gaga, die zong een paar jaar geleden. Nou, dat is jazz. Is het zo? Ja, best wel goed ook. Bob Dylan, die veranderen constant. En wat ik daar probeer aan te geven is dat. Ik dacht altijd dat je de Rolling Stones moet zijn en altijd constant hetzelfde moet doen en dat herhalend en dan word je beter en beter. Maar er zijn heel veel artiesten ook die constant switchen. Ja, zichzelf opnieuw. Dat is heel gevaarlijk wel. Uitvinden. Heel veel opnieuw uitvinden. En dat is een heel moeilijk proces. Maar ik merk dat ik meer neig naar het Lady Gaga model dan de Rolling Stones. Ik zie in één keer jou volgen met de Lady Gaga pruik. Zo'n glitterjurk aan. Oh, shit. Ja, dat zijn... Wat gelijk ik hier vandaag. Hitler, Lady Gaga, Stalin. Nou, maar dat. Ik vind dat uitvindingsproces interessant. En daarvoor, en ik ben heel blij dat mijn publiek nog steeds kijkt, kan ik heel erg variëren van, hallo, ik ga vandaag wat vertellen. Nou, hey, we zijn de broccoli. Snap je? Of whatever ik aan het doen ben. Omdat dat geeft mij energie. Ik kan niet eeuwig hetzelfde. Maar aan de andere kant doe ik hetzelfde, want ik heb YouTube. Ik maak nog steeds video's. Ja, weet je, je hebt een stabiele basis, met daarboven kan je variëren. Ja, je mag best wel wat variëren. En dat is het voordeel als je eigen ondernemer bent, zeg maar. Ik heb totaal geen verantwoording naar iemand, wat gelijk ook weer een nadeel is. Want ik moet dagelijks uitvinden wat ik ga doen. Ja. Kost veel energie, hè? Ja. En werkt het wel? En als het niet werkt, kan ik alleen maar mezelf een schuld geven. En daar gebruik je ook je journal voor, om te checken, zeg maar. Ja, vandaag... wat mijn energie kost, wat fout gaat. Bijvoorbeeld nu heb ik tegen mezelf gezegd, het editen van mijn video's kost veel tijd. Het filmen ook. Maar ik ben erachter gekomen, dankzij mijn journal, dat ik ga laat naar bed. Ik moet even slecht, mijn vriendin is weg nu een weekje.
Ze zit in Peru. Ja. Pas maar op. Ik ben heel ziek geworden in Peru. Ja. Maar ik ben ook op Machu Picchu Jij bent ook geweest? Ja. Ze staat daar met die... Wat zei dat? Nee. Ik krijg een vuur. Dus, maar ja, maar ik moet hem even zelf overleven. En ik merk dat niet het video editen en het filmen mij het meeste werk kost. Dat is heel grappig, een eigen inzicht. Maar het traject daarna, en dat noem ik monitoren. En monitoren is wanneer je een video uploadt of whatever je doet, je werk is gedaan. Daarna probeer ik nog in banen te leiden. En hoe doe ik dat? Wat zijn de reacties? Op iedereen reageren? Het verspreiden aan die en dat. Terwijl eigenlijk moet je die video uploaden op YouTube en zeggen, mijn werk is gedaan. En dan... Ben je dat? Ja. Dat kost me... Nou, voor mij persoonlijk, hè? Oh, okay. Sorry, ik ben even vijf van de microfoon. Natuurlijk heb je werk wat je moet begeleiden. Maar met YouTube, als je iets uploadt, is het... Nu is het van de mensen. Het is als je een boek schrijft. Snap je wel? Ja. Dus sommige werk moet je wel begeleiden, hè? Heel erg. Maar ik doe eigenlijk... Ik moet alweer bezig zijn met de volgende video. Maar het kost mij zoveel energie... om nu die video die ik geplaatst heb op dat moment... nog te begeleiden in de goede weg. Voor wat? Voor meer views, voor meer duimpje omhoog. Voor meer interactie. Ja, dat kost heel veel energie. En daar kwam ik achter en dacht ik... Wauw, ik kan eigenlijk best wel heel erg veel filmen en editen... als ik dat monitorgedeelte maar nu probeer af te snijden. Ja. Dan kan ik nog meer content maken... want mensen ook wat aan hebben. Maar dat vond ik wel... Wow. Er valt nog heel veel te winnen. Mm. Zeg maar, een soort van. Ja. Dat ga ik proberen. Ik vind het heel mooi. Het is gewoon, weet je, focus. Dat is denk ik het woord waar ik nog steeds op toe terugkom. Ja. Maar zit met die podcast, want dan gaat hij online... en dan is het eigenlijk klaar. Dan moet jij alweer bezig zijn met de volgende. Ja. En niet met, hoe ga ik deze... er zit een bepaalde workflow achter. Oké. Hij moet geëdit worden, hij moet op Facebook, op Instagram, op SoundCloud, weet je wel. Weet je, je hebt een bepaalde workflow, het is klaar. Ja. En daarna weer dan kijken, heeft iemand hem al gezien? Ja, nee, zeker. Je luistert en er komt een comments gekomen. Zeker. Het hoort er wel bij. Het hoort erbij, maar je kan er gek door worden. Ja. En dat is het probleem met Instagram in onze hele generatie. Mijn zusje en broer zijn jong. Het gaat echt om de likes. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar ook naar kijk. Bij mijn eigen video's. En de views. Maar ik probeer dat nu los te koppelen. Dat is een mentaal proces, hè. En hoe ik dat bijvoorbeeld vandaag heb gedaan. Ik heb ook altijd een mailinglist. Die is heel erg groot. Daar e-mail ik ook mijn video heen. En daardoor krijg ik altijd heel veel views. Maar omdat ik nu zoveel meer video's maak. Er is eentje per dag. Per week. Stuur ik één mailtje. Nu doe ik er vijf per week. Moet ik elke dag een mailtje gaan sturen? Ja, maar dan zijn er weinig views. Maar daarvan ontvangt iedere dag iemand een mailtje. Even nog voor zich denken. Dat is even wat in mijn hoofd nu gaat. Dus wat ik vandaag geprobeerd heb, is ik heb gewoon niemand gemaild. Kijk hoeveel views ik dan krijg. Mm-hmm. En genoeg. En dat gaf mij, ik kom helemaal nergens zorgen om te maken. Plus om te zeiken of ik dan 1500 views heb of 5000, maar daar ik uit. Snap ik het wel? En natuurlijk maakt het uit, maar het is heel bevrijdend om zo te kunnen denken. Maar ja, als je voor een mediabedrijf werkt, dat kan niet, hè? Ja. Die zeggen, we hebben deadlines, we hebben views, je moet de views houden. Wat ik heel leuk vind, als ik met je praat, ik merk dat jij, kort ook eventjes over, dat uitzoomen, het metaperspectief pakken, het kijken wat je aan het doen bent, het observeren. Jij bent niet heel reactief. Dus je kunt actief of reactief. Ja. Reactief en wat staat er tegen? Dat je proactief? Nou, als je alleen maar een speelbal bent van. Oh ja, ja, ja. Als we even terug naar de Stoics weer. Ja, klopt. Nou, dat je kan reactief zijn op wat er gebeurt. Ja. Weet je wel? En alleen maar in het moment er gebeurt iets, je reageert. Weet je. Of uit kunnen zoomen, kunnen kijken wat er gebeurt. En dat is in jouw geval, weet je wel, ook door je journal en kijken. En zo van, hey. Ik stuur geen nieuwsbrief, nou dan gebeurt er dat, weet je wel. Dus dat is ook even meta bakken, even uitzoomen. Ja, zeker. En dat is moeilijk hoor, dat is eng hoor. Ja, hoe heb jij dat, ik zou ook niet kunnen vertellen waarom ik dat doe of hoe ik dat doe, maar... Nee. Kan je tips geven, misschien ook van hoe word je, kan je zo worden, dat weet ik niet. Ja, dat is moeilijk hè. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ik zit me af te vragen, dan gaan we weer zo'n intellectuele discussie over hoe je reflect wordt. Nee, maar dat is een interessant punt. Hoe creëer je zo'n mindset of zo'n skill? Ik weet wel een paar, denk ik. Of één.
inderdaad het reactieve levensstijl is dus wanneer je altijd reageert op iets. Ja. Dat is een mentaal, maar het is ook heel simpel. Dat is de reden waarom ik een Apple Watch heb. Ik heb al mijn notificaties uit. Ja. Op mijn telefoon. Ik heb geen Facebook op mijn telefoon. Ik heb geen YouTube op mijn telefoon. Geen Insta. Oh ja, Insta, sorry wel. Mijn fotootje uploaden. Geen Twitter, geen LinkedIn, geen mail. En al mijn WhatsApp berichten staan uit en dat soort dingen. Waarom? Omdat ik van mezelf weet dat ik zo'n slappe zak ben. En zit ik met jou leuk te praten. Wat zegt mijn moeder? Die hele platformen zijn zo gecreëerd om jouw aandacht weg te nemen. Ja. Mark Zuckerberg heeft het gewoon letterlijk gezegd. Wij zijn bezig met een platform en wij kijken hoe wij op de meest efficiënte manier jouw aandacht naar dit netwerk kunnen trekken. Dat is prachtig als business, maar niet voor mij als persoon. Ja. Dus ik heb mij er tegen bewapend. En waarom ik een watch heb, is omdat ik als ik de tijd wil kijken, dan doe ik zo. Maar als ik dat met mijn telefoon doe, dan doe ik zo. Mag even, ik ga even kijken. Snap je? Ja. Dat is zo gaat dat. Oh, nu.nl, wat doen de bitcoins? En, dus je kan je wel een beetje tegen bewapenen. TV vind ik ook een moeilijke. Dat is ook heel erg reactief. En dan zie je het journaal met alle ellende. En dan ga je ook, ik voel me nu kut op het journaal. Ik kan er niks aan doen. Maar ik ga toch weer kijken. Snap je? En, dus er zijn wel wat dingetjes waar je tegen kan bewapenen. Een ander dingetje is, dat is heel persoonlijk. Dat ken je vast wel, als mensen ruzie met elkaar hebben, in je familie of wat ik voor wat, onzin, dan komen ze bij jou uithuilen of roddelen, I don't know. En dan wil je ook heel gauw reactief zijn, hè? Ja. Mijn broertje heeft een probleem, hoor, dan moet ik even oplossen. En dit klinkt heel slecht, maar ik reageer bijna nooit op hun cry to, hoe moet je het zeggen, hun emotionele staat. Natuurlijk check ik even of het echt goed gaat, maar ik heb heel vaak gehad dat een van mijn familiemembers naar me toe kwam van, Peus, weet je wat, die zei dat. En dan ging ik ermee bemoeien. Mm. En dan was ik er nog mee bezig en dan was het bij hun al opgelost. Ja. Dat is zo kut, hè. Dat is zo kut, hè. Echt, jongen. Daar heb ik echt van geleerd. Dus soms wacht ik gewoon expres met reageren. En, hé, hoe is het nou? Zeg ik dan later, een dag later. Oh, ja, het is al goed. Ja, mensen willen gewoon heel even spuien. Met e-mails is het bijna allemaal zo. Ja. Als mensen dingen vragen, vooral met bitcoins, ik heb heel veel mensen vragen of hoe ze iets moeten doen. Ik reageer expres 3 dagen niet. Want meestal in die 3 dagen tijd krijg ik weer een mailtje van hun. Oh, het is al gelukt. Nou echt? Ja, snap je? Ja. Wauw, ik hoef mij helemaal nergens mee te bemoeien. Nou, dat is even een tactische manier om minder reactief te zijn. Ja, dat is een begin, denk ik. Maar het is een oefening, hè? Het is een oefening. Ja. Jij hebt tips? Nee, ik vind het. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik kijk geen. Ja, ik krijg commentaar. Ja, maar als je geen journaal kijkt en geen televisie kijkt, dan blijf je op de hoogte van de wereldproblematiek en politiek. En dan denk ik, ja, maar om heel eerlijk te zijn, dit interesseert me gewoon niet. Nee. Want weet je wel, het gebeurt toch. En als het echt heel belangrijk is, dan. Ik heb daar geen invloed op. Ja. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik kan toch gaan stemmen. Weet je wel? Ja. Maar ik bedoel, dat kan, dat is mooi. Het gebeurt toch. Ja, en dan focus ik me liever zeg maar op, weet je, op mijn bijdrage en zorgen dat wat ik binnen handbereik heb, dat lekker loopt. Ja. En als je, en voor mij helpt, weet je, als ik weet dat als ik me continu voed met negatieve prikkels, angst, bangmakerij, dat dat mij beïnvloedt. Ja. En dat wil ik niet. En dan heb je het over stoïcijnen. Klopt. Weet je wel? Ik bepaal mijn reactie, maar ik bepaal ook wat er binnenkomt. Ja. Door heel bewust nee te zeggen tegen een deel van, net als dat jij heel bewust je social media niet op je telefoon zet. Ja. Zeg ik ook heel bewust nee tegen bepaalde lifestyle keuzes. Ja. En dat is echt niet super, super, super extreem. Ik bedoel, ik kijk geen televisie, that's it, weet je wel. Ik lees boeken, ja. Dat is oké, maar aan de andere kant, ik kijk ook geen tv, maar ik kijk wel nu.nl. Elke ochtend als ik zelfs wakker word, even kijken, hoi, jongens, heb je ook een live dicht gehad. Ja, klaar. Dat. En als ik meer de diepte in wil, dan heb je een mooi YouTube kanaal zoals Spice. Vice is een YouTube kanaal, dan gaat al wat meer in depth. Dan heb je nog, dat is ook nog vrij vluchtig. Dan heb je nog andere kanalen die heel erg in depth gaan. Ik kijk zo een docu over 2 uur oorlogsvoering in Syrië. Ja. Heel naar de klote geschoten het land. Maar dat is, dan weet ik er wel wat meer van dan elke dag nu.nl lezen. Oh, bomslag. Wat denk ik wel mooi is, je hebt ook allerlei history channels en podcastkanalen over niet alleen history, maar ook gewoon gang van zaken nu, is dat het onafhankelijke media is. Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Maar echt groot voorstander van. Ja. Groot voorstander van,
dat hoop ik. Zo zie ik eigenlijk ook mijn eigen kanaal groeien op dat gebied. Ik kom uit Mediapark, dus ik heb daar ook gewerkt en zo. Voor tv en commercials. En ik weet de donkere kant van die business. Ik wil niet zeggen dat ik nooit op tv zou komen. Maar YouTube is enorm krachtig. Ik bepaal wat er opkomt. Ja. Daarvoor doe ik nooit commercials. Ik doe ook geen branddeals. Nou, over 5 jaar kijk ik deze video, allemaal branddeals gedaan. Maar liever niet. Waarom? Omdat ik zou een voorbeeld geven. Komt iemand naar mij zo'n mailtje, zegt hij: Pus, ik zie dat jij zoveel views hebt. Kan ik, wij verkopen tuinmeubels. Zou je dat willen promoten? Dus ik zeg tegen die gast: ik woon in een flat. Zegt hij: ja, dat maakt er niet uit. Oh, echt? Hij snapt hem niet. Ik zeg: hoe kan ik nou een tuinmeubel promoten waar ik zelf niet in zit, terwijl ik geen tuin heb? Nou, dat soort deals krijgen dus. Daar wil ik voorkomen. Dat wil ik voorkomen. En ik hoop dat mijn publiek mij in de toekomst financieel kan ondersteunen. Op wat voor manier dan ook. Dat komt dan later nog. Dat vind ik veel mooier. Want dan is mijn publiek die al kijkt, is eigenlijk de stemmer van de content. Ja, dat bestaat toch al. Dat Patreon-account bijvoorbeeld. Ja. Dat heb ik ook. Ja. Twee mensen. Ja, ik heb er 2. Kijk nou wat ze allemaal kopen. Allemaal dure microfoons. Ja. Allemaal voor jullie. Ja. Ja, maar dat is een... Ja, maar dat zijn 2. Dat ja, is $8 per maand. Maar goed. Wat? Dat is meer dan waar. 2 kan 4 worden. Kan 40 worden. Ja. Ja, meer dan waar. Hey, maar dat is mooi. Maar dat is het. Gewoon ja. Mensen die... En ik vind het concept vind ik prachtig. Mensen die zeggen: fijn, ik steun jou. Ik steun wat je doet. Ik steun en met Patreon, dat een maandelijks bedrag, zegt eigenlijk iemand tegen jou: I don't care wat je doet. Ik vertrouw jou wat jij doet. Ja. Als het de klote gaat, dan stoppen ze natuurlijk. Maar het is een enorm vertrouwensmodel. Ja. En dat vind ik echt prachtig. In plaats van een brand die zegt: hey, leuk die video over Jeanette, maar ik zag niet dat onze wasmachine erin zat. Nou, ik krijg de helft minder van het budget. Ah, oh ja, fuck, die wasmachine gebeurt. Ja, ik zie het, alle grote, de grote podcasters die ik volg, Amerikanen, weet je, die leven gewoon van een Patreon-account. En natuurlijk, er zijn ook wel sponsor deals. Ik geloof dat Joe Rogan, ik weet niet wat hij per sponsorboodschap krijgt. Volgens mij zijn eigen producten. Dat kan ook, hè? Hallo, merchandise. Ja, dat is oké, okay. Ja, vind ik oké. Okay. Ja, dat is leuk. Ja, maar waarom niet? Ja, ik wil kleine mini-cursus maken. How to journal. Weet je, voor kids en zo. €30, een videocursus. Ja. Dat wordt mijn merchandise. Zeg maar, niet een t-shirt, want ik draag al 8 jaar hetzelfde. Want ik kan dus niet merchandise kleding maken, want ik draag het zelf niet. Maar ja, zo kan ik ook merchandise maken. Maar dan cursusdingetjes. Hartstikke leuk. Nou. Dus dat ben ik nu aan het uitvogelen trouwens. Dat is nog niet online, hè. Dat is voor dit jaar wat online staat. Of in mijn gedachten zit. Maar het onafhankelijke media vind ik heel mooi. Vind ik echt heel gaaf. Ja. Dan moeten we, ja. Cheers, jongens, op de onafhankelijke media. Ik kijk ook even naar de tijd. Oh ja, we lopen zoveel. Ik heb nog heel veel... We doen graag gewoon door, joh. Zoveel kanten op. Er staat iemand op mijn YouTube-kanaal, die keek dat interview met Patrick Kikker, had ik laatst gedaan. Ja, precies. Ja, het was wel echt kort. Het was 1,5 uur. Dus ik weet niet hoe lang mensen kijken. En als ze die kijken, dan haak ze wel af. Ik ben ook met Patrick Kikker geweest en hij zei, een uur, dat is max, want dan wordt het meest bekeken. Ja. Ik kijk eigenlijk nooit naar. Meestal Patrick, is het... Tussen een uur en 1,5 zijn ze bij mij meestal. Maar ik heb echt geen idee, dat is nergens op gebaseerd. Dat is meer mijn eigen aandacht. Joe Rogan ook, je hebt soms 3 uur. Hè. Ja. Dus dat is ook zo'n ding, hè? Dat is ook interessant. Hè? Hoe vaak ik commentaar heb gehad op mijn artikelen. Die zijn 2000 woorden. Dat is best lang. Dat is ongeveer een kwartier leestijd. Heel veel commentaar plus is te lang. Ook heel veel commentaar is te kort. Welke is het dan? Ja, dan kom je terug bij aantrekken van wat, weet je wel? Wat hier zit. Ja. Wat ik te vertellen heb. En aan jou om te luisteren. Ja. Ik kan niet jouw tijd indelen. Nee. En ik weiger om het nu.nl te zijn met... Ja, het leven is mooi. Je moet heel positief denken. Groetjes, pussy. Nee. Dus ik wil er diepte in gaan. En dat is misschien een kleiner publiek, maar het zij zo. Ja. Dat is oké. Okay. Ja. Dat is oké. Okay. Dus op deze podcast nu 1 uur, duurt 3 uur. Dat is aan de kijker uiteindelijk om daar mee te luisteren of niet. Ja, en zo mee. Dus wat heb je nog meer? Onderwerpen. Nou, humor. We hebben natuurlijk wel heel veel over... Kijk nou, wat een karig shot. Oké, dat ga ik zo meteen. Oké, sorry. Wacht, sorry, ik ga even wat water... Oh ja, want ik moet wel eens weer drinken. Ja. Ik heb nu een koffie. Drink jij genoeg?
Ik moet ook meer water drinken. Ja? Ja. Ik heb pas 400 milliliter. Oeh, jee. Nou, dan vul ik dan even met 200 aan. Oh, dankjewel. Kijk staan. Op cheers. Beste leven. Yeah. Op je mooie leven, whatever. Hoe zeg Michael? Je mooiste leven. Michael Platje. Was je ook al bij Michael Platje geweest, of niet? Je hebt hem een paar keer getagd. Of wilde je graag met hem in contact? Nee, ik spreek daar wel eens. Ah, oké. Okay. Bij zijn evenement. Ah. Slecht goed geïnformeerd ben ik, hè? Dat is mijn probleem ook, hè? Omdat ik nu zo eigenlijk soort gefocust ben op het creëren van mijn content, heb ik me soort eigen soort kluisenaar gemaakt in mijn eigen nieuwsinputs. Dat heeft dus ter oorzaak dat ik bijna niemand volg. Nou, bijna niemand eigenlijk. Ja. Ik heb ook geen Facebook meer. Alleen nog mijn business page. Ja. Omdat ja, er zitten toch mensen op Facebook. Misschien ben ik nu een slappe zak. Maar... Kan dat? Nee. Nee, want ik wil zeggen, want ik ben dezelfde switch gemaakt dit jaar. En ik wil eigenlijk ook mijn hele persoonlijke pagina, alle foto's eraf. Ik wil eigenlijk alle posts. Dat heb ik wel gedaan. Ja. Ja. Maar ik dacht, maar je kan hem niet opzeggen. Nee, dus je hebt altijd je persoonlijke. En die heb ik daarna gereneemd naar een andere naam. Want mijn business page heet er positief over. Ja. Maar mijn persoonlijke ook. En dat ging me alsnog toevoegen. Slim. Goed. Dus ik heet daar nu. Ah, zeg ik niet. Ja, iedereen meteen. Nee. Nee. Oh, daar is die. Daar hebben we hem gevonden. Maar ik was bang dat Facebook dan zegt, hey, dat is een lege account. Die verwijderen we, want dat doen ze wel eens. Dus heb ik nog wel een paar mensen bevriend. Mijn vader, mijn moeder en mijn zusje. Oh. Dat ik nog een maar die heb ik dan weer ontvolgd. Dus dat zie ik niet. Mm-hmm. Want mijn vader post niks, maar die liked heel veel dingen. Ik vind het echt super slim. Ik ga het ook doen. Ja, het is een beetje ombuigen dit, hè? Nee, maar ja, als content creator is Facebook wel een ding waar heel veel mensen van opzitten. En ik heb bezwaar tegen Facebook, het hele bedrijf en de gedachtegoed erachter. Maar heel veel mensen hebben dat niet. En dat is een beetje waar je af moet. Ik vind dat moeilijk, hoor. Het is lastig, want je moet met de meute mee. Ja. Wij moeten met, als we bereik willen. Ja. Terwijl we er eigenlijk niet op willen zitten. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben nu aan mijn YouTube-kanaal aan het werken. En ik kan ook zien hoeveel publiek van Facebook komt, hè? En het wordt steeds minder en meer. Eerst was ik heel erg Facebook. Dus iedereen kwam van Facebook naar YouTube. Mm-hmm. Maar nu gaat iedereen daar abonneren. Dus de views komen eigenlijk nu van mijn YouTube. Yeah. Als op een gegeven moment komt er een keerpunt. En dan zeg ik misschien ook tegen Facebook, dag. Ja. Dus Facebook, ja. Ja, zo hebben wij voor de Fitfood heel lang een enorme boost via Pinterest gehad. Ah. Zal je daar, maar dat is natuurlijk omdat je hebt grafische content, visuele ja. content. Ja, dat is mooi. Mooie etensfoto's. Nou, dat is Pinterest. Maar ja, daar zit ik zelf echt al jaren niet meer op. Dat is ook zo. Ja, maar veel mensen wel, hè? Ja. Wel meer vrouwen, dacht ik. Ja. Ja. En voor mij is de mening mist. Die wil ik nu ook weer veel meer gaan aanbakken. Niet elke dag een mail sturen. Ik wil hem anders gaan inzetten. Want eerst was het altijd, ik stuur je een linkje door. Maar ik wil mijn mailing nu gaan gebruiken voor mijn gedachtes, geschreven gedachtes. Ja. Hele korte artikeltjes. Om meer dingen die ik wil plaatsen, maar eigenlijk niet durf te plaatsen, gebruiken. Op, ja, ik heb wel eens dingen dat ik wil zeggen, maar ja, die kan ik niet online zeggen. Op Facebook. Of dan gaat iedereen meelezen. Dus het wordt eigenlijk meer een soort... selectiever? Exclusiever? Exclusief. Materiaal. En dan aan de onderkant alsnog. En ik heb ook nog twee video's geüpload, als je wil kijken. Ja. Ja, dat mensen BS, wel, ja. Ja, heel veel mensen zijn niet geabonneerd. Want dat zijn oudere mensen die niet weten hoe YouTube werkt. Dus kunnen ze wel video's kijken. Maar ik merk dat mijn e-mails die ik aan mensen stuur, de reacties daarvan, die zijn zo persoonlijk. Dat klinkt heel gek. Eerst was het een marketing tool. Maar ik begin echt diepe gesprekken met mensen te hebben. En ik wil mijn e-maillijst ook daarvoor gaan inzetten. Ik ben op zoek naar verdieping. Ja. In plaats van, hey, heb je nog een linkje, klik daar even op. Hmm. Dus, en koop dit tuinmeubel. Ik had op Instagram een foto geplaatst van een juice. En I love my juice. Ja, nee, ik heb het gezien. Hilarisch. En gebruik coupon, ik wil altijd alles gratis. Voor 0%. Voor 0% korting. Ja. Anyway. Dus zo kijk ik heel erg naar hoe kan ik het intiemer maken, soort van. Dat is natuurlijk wel lastig op internet. Maar ik hecht heel veel waarde aan die... Dat is ook waarvoor ik nu 2 uur naar hier kom. Ja. We hadden het ook via Skype kunnen doen of whatever. Ja. Maar het is toch heel anders. Ja, je wil verdieping, denk ik. En, ja. Afstand, en je wil ook... Als je echt mensen wil raken, denk ik... Ja. Heb je dat nodig, want... Er is zoveel en het is allemaal zo schreeuwerig. Ja, ja. Je wil daar een onderscheidend iets in zijn. Althans, dat proef ik een beetje in je... Ja, je wil mensen veranderen. Je wil mensen raken. Is dat, zeg ik het dan goed? Ja,
Maar niet veranderen. Dat is niet aan mij. Maar ik snap wat je bedoelt. Je wil een bepaalde impact hebben met je product. Ja. En dat is ook grappig, hè, dat je, Apple heeft dat ook altijd gezegd. Dat is natuurlijk discutabel of dat echt zo is. Maar Apple heeft eigenlijk een hele kleine markt. Hè. Dat is een hele kleine markt op de computer. Dat is echt 5% of zo. Android is veel groter, Samsung en zo. Maar ze hebben een hele loyale club. En het is het rijkste bedrijf ter wereld. Met de kleinste markt. Heel raar eigenlijk. Ja. En ik vind dat heel mooi. Tesla is ook zoiets. Ja. Hele diehard fans hebben dat. En dat heb ik liever. Met mijn publiek ook. Dat we echt met elkaar connecten. En dat is moeilijk. Want op straat komen mensen me nu tegen. En kennen ze me via YouTube. Zoals de brandweer laatst. En bij brandweerfles op zijn rug. Hé, jij bent van YouTube toch? Ja, moet jij niet de lift redden? Dat de mensen in de lift vast. Oh ja. Maar dat is wel leuk. Maar ik weet nooit wie is. Maar goed, het zij zo. Maar ik ben wel op zoek naar een betere connectie. En dat is een van mijn andere plannen. Ik wil offline gaan. Niet offline telefoon. Dat is dus de insteek van mijn documentaire avond. Hoe kan ik dat eventueel groter doen? Ja, vertel er eens iets over, want dat... Ik merk dat, dat heb ik ook bij Patrick gezegd in zijn interview, dat in mijn generatie, en wij zitten zo dezelfde generatie, dat wij heel veel laptopwerk doen. Dus we zijn overal connected, al zit je in Peru of niet, of een nieuwe geheim, we zijn even hard connected. Maar ik merk in mijn eigen vriendenkring dat daar een bepaalde eenzaamheid in optreedt. Dus ondanks dat we heftig geconnect zijn, voelen we ons toch eenzaam. En er is, als je niet kiest voor eenzaamheid, dus sommige mensen hebben dat, hè, ik ga op de berg wonen, dan heb je er bewust voor gekozen. Of in broccoli. Dat kan nog steeds uit zijn. Als je daar niet bewust voor kiest, is dat heel moeilijk. En er komt depressie uit voort, er komt, echt, het is verschrikkelijk. Ik wil daar iets mee doen, maar ik weet nog niet wat. En zo'n documentaire avond dat ik nu doe met mijn vrienden, is ik nodig gewoon allemaal mensen bij mij thuis uit. Dan gaan we samen film kijken. Dan gaan we daarover lullen. En wat ik probeer te doen is, ik nodig mensen uit van diverse groepen. Die elkaar niet kennen, maar die ik wel ken. Dus we komen bij elkaar. Dat lost het probleem niet op, maar dit is mijn eerste insteek. Om gehoor te geven aan het offline echt connecten. Ja. Nogmaals, daarvoor ben ik hier. Ja. Zeg maar. Dus als je goede ideeën daarvoor hebt. En jij doet het eigenlijk ook met je mastermind. Dat is fantastisch. Echt heel goed. Daar kijk ik ook naar. Misschien niet een mastermind, maar... Ja, een constructie, ja. Je wil een platform bieden. Ja. Ik moet van mijn dokter nu gaan overwinteren in Spanje. Dat moet ik nog allemaal vertellen op mijn YouTube. Maar als die gasten nu kijken, dan weet ze het al. Ik moet gaan overwinteren voor mijn gezondheid. En toen dacht ik, ja, dan zit ik daar in Spanje. Ik moet naar Alicante, Benidorm. En dan zit ik daar in mijn eentje. Maar toen dacht ik, wat als ik nu dat hele complex afhuur... en gewoon 30 man van mijn YouTube-kanaal overkomen? Moet ik zelf betalen, hè? En dan een week organiseren, eind van het jaar. Gaan we reflecteren van het jaar, gaan dingen doen. Fantastisch. Zijn we bij elkaar, zonnetje erbij, in de winter. En dan met z'n allen nieuw jaar daar vieren. Zijn en zo, en er zin in. Maar dat bedoel ik. Dat, ja. Dus het blijft niet alleen bij YouTube. Dat soort events, ik heb, ik vind, ja. Kom je ook? Zit er ook? Ja, uiteraard. Maar, nou, hey, nou, waar ik echt al langer mee zit, is ook, ik heb dan die mastermind groep, 2. Ja. Ze komen 1 keer in 6 weken bij elkaar. Ja. Ik zou heel graag ook een event of een week of iets willen organiseren. Barcelona week, gewoon ergens iets wat anders is. Maar wel met een doel. En in mijn geval dat platform, weet je wel. Ja. Nodig daar interessante mensen uit. Ja. Of degene die je uitnodigt. En dat is leuk aan de mastermind groep. Het zijn allemaal ondernemers. Ja. Ja. De ene staat daar, de andere daar. En die branche en die branche. Verschillende leeftijden. Ja. Alleen al door te luisteren naar, waar loop jij tegenaan? En ook al, weet je wel, en wat voor netwerk heb jij? Als je het bij elkaar in één kamer zet, dan gebeuren gewoon fantastische dingen. Ja. En hoef je zelf helemaal niks voor te doen. Dat ook, dat ook. Met mensen invliegen. Ja. En ik zou inderdaad heel graag, eigenlijk is het een beetje wat jij met je documentaire avond doet, ook een soort van bootcamp-achtige, zo'n week willen doen, weet je wel. Gewoon, bootcamp is niet het goede woord, maar gewoon een... Ik heb zelfs liever nog, en dat gaat wel heel ver, maar you never know, is een soort clubhuis. Die klinkt heel gek. Je kent wel de Freemasons, de vrijmetselaars. Yeah. Mijn zen-school heeft ook een sangha. De sangha zijn de mensen die zen beoefenen. Ze zijn ook best wel connected. Dat soort clubjes. Het probleem daarvan is dat er altijd een soort schimmigheid en secte omheen hangt, weet je.
vrijmetselaars hebben ook een beetje een donkere kant. Dat is ook gecreëerd. I don't know of het waar is of niet. Maar ik zie dat. Ik geloof wel in zo'n soort community. Het lijkt me echt te gek om een eigen pand te hebben. Waar gewoon mensen naartoe komen en. I don't know. Ja, dat is een heel slecht business. en cola drinken. I don't know. Maar gewoon een soort thuishaven. Je hebt de bewustzijnsschool. Mm-hmm. Die is dat ook. Maar het gaat wel heel erg over yoga en mindfulness. En aan de ene kant ben ik dat ook met zen. Maar aan de andere kant denk ik, fuck it, dat doet er helemaal niet toe. Dus dat vind ik wat bepaalde te doelgroep. Ik heb het meer over voor de mensen. Maar dat, ja. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar het lijkt me echt te gek. Elke één keer per week documentaire gaan we kijken. Woensdagavond kijk ik een filmpje. Dan komt er een keer een sprekertje hier en daar wat zeggen. Daarna gaan we... I don't know. Het is wel bizar. Ik had je nog nooit ontmoet. Dit wist ik niet. Maar er zijn zoveel parallellen ook in ja, mensen. En in visie. Ja, en wat je dingen die je ziet en graag wil bereiken. Ik heb precies hetzelfde. Ja? Nou, niet exact hetzelfde. Want dat kan natuurlijk niet. Maar wel dezelfde lijn te denken. Zo van ja, weet je wel. Het klinkt heel stom, maar ik zie mezelf later ooit als soort van stamoudste of zo. Ja. Gewoon, weet je wel, nu wat ik met die mastermind doe en ook met Transformatie Academie. Ja. Met wat ik interessant vind en belangrijk vind, daar andere mensen mee inspireren. En een soort van gemeenschap creëren waar mensen echt wat aan hebben, omdat er zo weinig gemeenschap is nu. Het is niet dat het dan een religie wordt of een secte of een exclusief, maar wel een bubbel creëren zo van, hey, dit zijn gelijkgestemden, die kunnen overal vandaan komen, all walks of life, maar ze hebben wel één interesse overeenkomstig, en dat is gewoon een manier van naar de wereld kijken of willen leren op een bepaalde manier naar de wereld kijken. En een meisje dat ik in Peru leer kennen, die organiseert reizen, heel kleinschalig. En die wilde ook een element inbrengen van persoonlijke ontwikkeling. Ja. En zij is ook, ik heb haar leren kennen terwijl ik 2 weken in ayahuasca... Heb je dat gedaan? Ja, meerdere keer. Ga je even... Ja. Ja? Oh, moet je ook vertellen. Ja. En die wilde ook met haar reizen. En die omschreef als een soort van, weet je wel, zij heeft haar bubbel, de mensen die zij inspireert. Ik doe dat ook samen. Ja. We zijn bezig met de wereld beter maken of een hogere vibratie is met hoe je het noemt. Ik weet het niet. Het zijn allemaal eilandjes. Een soort van netwerk over de hele wereld. Van mensen die we mensen meenemen. Ja. Het is een beetje een bottom-up gevoel. Ja. Zelfs met de sangha. Bij zen is eigenlijk heel raar. We zijn nou een groepje mensen die zen oefenen. Maar we hebben nooit contact met elkaar. Er wordt ook nooit gesproken daarbinnen. Dat is ook bij zen dat woorden heel raar. Ik ga zo'n weekje ga ik dan mediteren in een klooster. De hele dag door. Vet van God staan met een groep van 20 en je mag niet praten. Mm. Je mag letterlijk niet praten, je mag elkaar niet eens aankijken. Het klinkt nu al heel erg, wow, dude, sexy, jongen. Maar ik heb nog nooit zo'n diepe connectie ervaren met die mensen dan met wie ik heel veel wil. Dat is heel raar. En die groep, die spreek ik bijna nooit, maar we hebben een groepsapp op WhatsApp, maar die gebruiken we nooit. zo grappig eigenlijk. I know. Maar ik weet dat ze er zijn. Ik weet dat ze kan aanspreken. Er zijn ook mensen uit totaal verschillende klassen. Ja. De ene is werkloos, de andere is directeur. Dat is wauw. En we zijn allemaal op zoek van, hoe zit het hier? En wie ben ik en wat kan ik ermee doen? Dat is een beetje de vraag die ons samenbindt. Maar we hebben nooit contact. Dus het hoeft niet eens contact te zijn. Dat vond ik heel erg interessant. Nu zoek ik eigenlijk wel iets wat ik wat meer kan contacten, toch wel. Want niet iedereen is geïnteresseerd in zen. Het heeft ook zo'n religieuze zijde. Dus ik snap dat het direct afvalt. Maar dat connecten met elkaar is toch wel een... Ik denk dat daar behoefte naar is. Ook dankzij al die social media's. Dat we erachter beginnen te komen van... Ja, dit is het ook niet. Nee. Ik kan blij klikken, maar ja, dan wat. Weet je? Er zit een heel grappig stukje in. Volgens mij is dat Joe Rogan... In een stand-up comedy, dat vertelt over zo'n meisje die wat 18 miljoen volgers heeft door alleen maar butt-selfies te plaatsen. Ja, dat kan. En wat voor gekke tijd leven wij. Jij hebt nog een voordeel dat je vrouw bent. Dat iemand zoveel invloed kan hebben, followers kan hebben. Met je ass. Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Niet die reet, maar misschien ook wel. Blijkbaar wel. Ik heb het er niet opgezocht. Nee, maar het is heel interessant. Ja. Het is heel eigenlijk, als je psychologisch benadert, een heel interessant iets. Nou, daarvoor zijn we wel. Waarvoor is
Kim Kardashian. Zo groot. En het is heel makkelijk om haar af te vuren. Maar als je haar reacties leest van YouTube en Facebook, zijn heel veel negatief. Maar er zijn ook een paar bij van, wauw, ik voel mezelf nu ook beter door middel jouw kleding. Kim Kardashian heeft een boekenclub, hè? Weet niemand. Maar die heeft een boekenclub. Is een boekenclub? Ja! PewDiePie, ken je PewDiePie, de grootste YouTuber van de wereld? Nee. 60 miljoen abonnees. Zo'n gamer, die gamet alleen maar. Die heeft nou een boekenclub. En zijn publiek is jong, maar hij doet elke maand één video waar hij een paar boeken bespreekt. En heftige boeken. Ja. Van, kijk, te gek. Maar dat zien mensen niet. Ja. En zo'n knul heeft echt wel invloed. Zeg maar. Die jongen, de YouTuber van Nederland, de grootste. Hij doet wel de hele dag, hey, dit is mijn kat en zo. Dat is leuk. Maar dat is wat kinderen kijken. Ja. Maar hij heeft wel een soort voorbeeldfunctie. Ja, dat is mooi, want dat is wat jij ook probeert met je video's. Hè? Want het is entertainment, maar het is niet alleen maar, kijk mij eens hier lollig doen. Nee, nee. Er is een boodschap achter. Nee, maar mijn strategie, om heel eerlijk te zeggen, is wel een beetje om het entertainment te leveren. Want daar connect men als eerst bij. Ja. Dat is dan eigenlijk mijn insteek. Van, hey, grappig. Weet je? En dan, wat zegt hij nou? Hey, die doel is wel handig, ga ik ook spelen. Dat. Mm. Maar als ik andersom doe. Dan heb je een heel klein geforceerd publiek. Dat heeft mijn coach ook gezegd. Die ik heb. Die zei, jij bent persoon van de mensen. Dus laat gewoon leuke dingen zien. En jouw levensstijl op zichzelf al, is al inspirerend genoeg. Ja. Je hoeft daar niks over te vertellen. Men ziet al dat je het kut hebt, zeg maar. Want je hebt een coach? Ja. Ja. Egon Massink. Dat is dezelfde van Bart de Graaf. En al bekend Nederland volgens mij. Ook van Michael Platsky. Zelfde man, een hele oude man, in de 70. Zeg dat goed, Egon? I don't know. Nou, hij is eigenlijk business coach, maar hij is ook paranormaal. Ja, een hele rare insteek. Maar niet paranormaal zoals je denkt, zoals paranormaal. I don't know. Maar hij volgt. Zijn methode is de I Ching. En de I Ching is een boek van het pad. Hè? Dus iedereen heeft zijn pad. En daar is hij echt een van de beste in. De wereld, als ik de mensen mag geloven. En hij geeft eigenlijk je pad aan. En dus hij vertelt een beetje wat je moet doen. Volgens het pad. Niet volgens hem, maar volgens het pad. En die kan jij bewandelen of niet. Maar soms is dat pad niet leuk. Maar dan moet je hem alsnog bewandelen. En wanneer je hem niet bewandelt, dan gaat het meestal fout. Mm. Dus het is eigenlijk een beetje, ja, je moet erin geloven. En dat doe je allemaal met nummers uitvogelen en met connecten en zo. En dan zal ik daar komen en zeggen, Pus, ik heb hier, god, het ziet er goed uit. Nou. Denk je dat je pad ook kan vinden zonder dat? Dus gewoon door... Uiteindelijk wel, want ik denk dat we dat wat we moeten doen toch wel doen. En anders gaat je lichaam naar de kloten, weet je. Ziek zijn is niet leuk, maar dat is eigenlijk een indicatie van, hey, verkeerd pad. Ja. Ja. Als je hoofdpijn hebt en door iemand met iemand te praten, dan is dat een indicatie, joh, blijf daar vanaf. Ga niet meer met die gast praten, weet je. Maar het zijn heel veel... Dus dat pad, dat vormt zich wel. Ja. En Zen heeft het ook over het pad. En het durven bewandelen van dat pad. Dus, of het is, ik weet niet. Maar ik ben er gewoon nog aan in geloven. Ook omdat mijn pad heel mooi eruit zag. Dus. Ja. Nee, wow, vet man. Vet, ja, ja, ja. Dat wil ik wel. Ja, hey, dat wil ik wel. Wow, ziet er goed uit. Maar mijn afgelopen 2 jaar, voornamelijk dat ik daar ben geweest nu, is constant, ja, je hebt ruis, dan heb je zo'n lijntje getekend met nummers. En dan ziet dat er heel goed uit, maar dan was er één nummer dat blokkeert de andere nummers. I know, het werkt, hè. En dan zegt hij, ja, je ruis op de lijn. Je hebt ruis op de lijn. Nou, dan is aan mij uit te zoeken, wat is die ruis? En om hier te komen, Peurs, dat. En dan gaat hij daarna dingen activeren. Krijg zo'n massage. Ja, het is heel... Ik ga het een keer filmen. Vind je het leuk? Maar. Ik zeg, dat zou een hele leuke vlog zijn, volgens mij. Ja, vind je ook wel leuk. Ja. Denk ik. Egon, als je... Ik ga het gewoon doen. Maar voor mij was het ook... Ik vond het een beetje raar. Het heeft ook te maken met overgave, hè. Want ik kom uit een hele nuchtere Utrechtse familie. Godverdomme jochie, weet je dat? En kok, van bouwvakkers tot kok, dat zijn we allemaal. En nu zit ik bij een van de spirituele business coach die de I Ching en de pad volgt. Maar ja, toen ik hoorde wie er ook kwam, uit bekend Nederland en uit het buitenland allemaal, dacht ik, ja, dat zal wel zijn reden hebben. Dat was mijn eerste insteek. En toen ik daar ben geweest, ja, toen voelde ik ook, nou, kijk, dit is wel iets. En ja, heel bizar. En ik denk dat is heel goed om te doen. Een coach hebben, denk ik. Ja.
Coach echt belangrijk. Ja. Ik zie me één keer in 3 maanden. Ik kan wel appen, maar dat doe ik niet. Omdat ook, ik vind dat als je advies krijgt, ik krijg dan 1 keer per 3 maanden een soort advies wat ik moet doen. Of niet moet doen, maar een beetje richting. Hij zegt niet, ga van Facebook af. Hè? Maar ruis op de lijn kan betekenen, je zit te veel op Facebook. Dat is aan jou om uit te vallen. En dat vind ik ook interessant, om dan niet te vragen, ja, wat zou ik nou doen? Moet ik dan nu van Facebook af? Nee, dat is aan mij, zeg maar. Ik moet dat bepalen, of dat goed voelt of niet. Dat kan hij niet zeggen. Want als je dat wel doet, dan kan je hem daarna ook blamen. Ja, jij zei dat ik van Facebook af moest. Ja, het is jouw verantwoordelijkheid. Ja, jij zei dat ik die relatie uit moest maken. Kijk maar wat er gebeurt. Dus daar wil ik nooit over hebben eigenlijk. Dus ik app hem nooit. Dus 1 keer in 3 maanden ga ik erheen en dan krijg ik een beetje een guideline. En onze guideline nu is momenteel dat we... Ja, dit is echt knettergek. Hij activeert dan shit, hè, in het universum of zo noemt hij dat. En we hebben nu geactiveerd dat ik naar Spanje ga, moet. Hij zei dat toen ik binnenkwam. Hij zei, wat doe jij in Nederland eigenlijk? Hij zei, moet naar het buitenland, in Spanje. Ik zei, ja, dat wil ik je net vertellen, dat heb mijn dokter gezegd. Hij zei, ja, staat er, je moet weg. We hebben geactiveerd dat we naar Spanje gaan, een appartement vinden, voor 3 kamers, voor 5 maanden lang. Dat is onze doel, mijn doel. 3 weken later, daar moet ik nog video over maken, krijg ik een mail van ene Richard Prins. En die mailt uit het niets en zegt, hey, Bruce, ik kijk je video's al een tijdje, echt helemaal te gek. Kan je leven niet makkelijker maken, maar wel leuker. Wij organiseren reistours. En wat dacht je ervan om gratis mee te gaan? Waarheen? Ja, ben je niet door? Ik zei, ben je niet door? Hij zei, ja, toen zit ik met hem bellen. En ja, hij zei, ik heb volledige reis, 10 dagen gratis. Vliegtuig erbij, eten, drinken, excursies, allemaal. Verpleging als je wil. Dan ga je daar maar heen en dan ga je maar proeven of je dat vindt. Ben je door? En wij kennen daar weer heel veel mensen. Dan kan je daar connecten. En die kunnen jou weer daar langer houden. Gratis. Nou, niet dat, maar die reis. I know, man. En dat gebeurt al 2 jaar lang, dit soort dingen. Ja. I don't know. Nogmaals, ik kom uit Utrecht. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar het werkt. Zo kom ik aan mijn gratis auto van iemand. I don't know. Ik vind het echt prachtig. Maar ik kan niet uitleggen. Ga me niet vragen. Nee. Okay. Nee. Ik ben tevreden. Ik bedoel, mijn bank is gratis. Ik woon hier bijna gratis. Ja. Mijn gevoel is, hoe meer jij zeg maar... het leven leidt wat je moet leven. Als je vanuit je authentieke zelf komt, dat het floot. Ja. Dat dingen gebeuren. Ja. Dat het klopt. Helemaal mee eens. Dat is wat er gebeurt. Ja, en hoe het werkt, ik denk echt niet dat er iemand in het universum hier een lijn uittekent. Nou, misschien wel. Misschien beledig ik nu iemand. Nee. Komt een donderslag naar beneden. Ja, als je net hier was op het goede pad, maar nu. Ja, die stoppen ermee. Die stoppen ermee. Ja. Maar dat je wel, ja, tekenen is een groot woord. Je krijgt continu duwtjes, stootjes, trekjes van het universum. Ja. Die kan je negeren of je kan erin meegaan. Ja. En niet dat je een blad in de wind bent wat aan de kant op gaat. Maar wel in blijven checken van, hey, wat doet dit voor me? Hoe voelt dat voor me? Ja. Dat is moeilijk hoor. Ja, super moeilijk. Vertroebelde levensstijl. Ja. Misschien niet iedereen, en misschien ook wel daarom dat ik geen televisie kijk. Maar me een beetje afzonder. Ja. En niet heel reactief wil zijn. Ja. Om meer in lijn te kunnen zijn met wie ik ben. En wat ik hier te doen heb. Klinkt dan heel erg groot. En, maar ik merk van, ja, weet je wel. Als het allemaal vanzelf lijkt te gaan. Ja, maar het is heel moeilijk om over te praten. Want het is ook heel moeilijk om onder woorden te brengen. Zeg maar wat het dan precies is. En waar het daardoor komt. Maar ik denk ook, het heeft te maken met die focus. Ja. En met dat interne kompas te volgen. Ja. En dan niet zozeer van wat de wereld van mij verwacht, maar wat ik merk zelf, waar ik naartoe wil. Ja. Of zo. Ja. Ja, de wereld, wat mijn familie of mijn vrienden of de cultuur, de maatschappij. En mensen zeggen, dat is ook wel grappig dat jij zegt. Dat hoor ik ook vaak in Nederland, dat we, ja, de maatschappij verwacht van mij dit. Daar ben ik niet mee eens. De maatschappij ben jij. Dus jij verwacht van jou wat jij wil. Ik dacht altijd aan mijn ouders, dat ze, ja, Poes, gaat niet bloggen of vloggen. Dat hebben ze nooit gezegd. Er is niemand die tegen mij zegt, Poes, dat moet je niet doen. Maar toch denk ik, ja, dat moet je niet doen. In het begin dan, hè. Dus het is, ik vind het te makkelijk om te zeggen dat de maatschappij bepaalt wat jij wil. Nee, het is echt jij bepaalt wat je wil. En natuurlijk je eigen pad, wat al getekend ligt of zo, whatever.
Maar ik vind het een slap excuus. Want wanneer je dat zegt, geef je het eigenlijk uit handen en kan je niks meer veranderen. We leven niet in een communistische staat, zeg maar. Ga die documentaire van Stalin kijken, dan weet je hoe het echt was, zeg maar. Het is echt juist zelf. Maar dat is extra moeilijk, want dan ben je opeens dus je eigen probleem. Nou, the obstacle is the way, dus jij moet daar doorheen. Ga dan maar zitten met je pijn. Kom het dan maar even. Ja? Want dat is, ik vond het super mooi dat je dat zei trouwens, want we zijn geconditioneerd, heb je pijn? Move. Weg ermee. Ja. Ja. En soms moet je mee, want ik had de nekpijn, hè, van mijn heftige edit sessies. Maar ik wil wel hier gaan rijden. Dus heb ik wel weer een Ubiquitin genomen. Ik kan het uitspreken. Voor mijn nekpijn. Dat is nu weg. Maar hij komt zo meteen weer terug. Misschien is het ook zitten met je emotionele pijn. En met je eigen gedachten. Ja. Je hebt ook gewoon pijnlijke gedachten. Ja, dat is nog. Althans, veel mensen. Mentale pijn is denk ik veel moeilijker dan fysieke pijn. En dat is ook een beetje wat bij mij gebeurt. Ik heb meer lichamelijke pijn. Dan, ik heb eigenlijk helemaal geen pijn. Maar beademing en dat soort dingen. Ik zou niet willen ruilen met iemand die depressie heeft. Hmm. Geef mij maar dit klote lichaam. Helemaal goed. Tekening voor. Zelfs als ik eerder dood ga. Tekening voor. Maar mentale problematiek. Oh, man. Wat zit je zelf in de weg? En nee, ik ben geen therapeut. Ze kan je niet helpen om eruit te komen. Dat is moeilijk, man. Holy shit. Denk ik. Als ik zie bij sommige mensen al, potverdorie, heb je zo'n goed lichaam. Zit je zelf zo in de weg. Het zegt niks. Of heel veel rijkdom en jezelf in de weg zitten. De docu die wij gaan kijken morgen, is dat woensdag, heet The Queen of Versailles. Dat gaat over extreme rijkdom. Dat mensen die echt extreem rijk zijn. En dat escaleert helemaal naar nog meer. En wat dat met de mensen doet. Een interessant onderwerp, denk ik. Hoe vind je die documentaires? Ik heb een regisseur, een vriend van mij is regisseur. Die maakt allemaal films, in het buitenland altijd. En die komt met de meest obscure documentaires. Geweldig. Van festivals en weet ik wat. Dus hij is nu, ik heb hem aan gevraagd, zei Ben, kun jij die films regelen? Heb ik mijn beamer? Films? En ik weet, hij heeft goede smaak. Dan heb je die donkere of zwarte comedy. Niet te drama, want dat is ook niet leuk. Maar zo vind ik dat. Tof. Ja. Ja, wat dan ook. Ja, we zijn helemaal sidetracked. Ik weet niet meer precies waar het is. Humor! Ja, we zijn wel lekker lachen. Wat een humor! En anders moet je maar gewoon een keer terugkomen, denk ik. Is goed. Kom jij naar Spanje dan? Ja, geweldig. Doen we daar een podcast? Heb je gelijk een goed excuus? Wanneer ga je? Kan je het zakelijk afschrijven? Wanneer ga je naar Spanje? De eerste reis naar Benidorm om te proeven daar. Dat wordt toch een lachen vlog. Met mijn Aziatische vriendin naar Benidorm. Dat gaat toch al mis? Dat is toch wel grappig. Dan weet je al dat het sterke verhaal op gaat leveren. Ja, dan weet je van tevoren af. Zie je ons gaat gewoon zo'n mooi verhaal worden. Ja, dat is zo'n mismatch. Dat is echt zo'n mismatch. Ik vind dat leuk. Dat vind ik fantastisch. We gaan 19 april. Staat de reis geboekt met deze meneer. Met Richard. En, daarna kom je terug natuurlijk. En dan gaan we, ik denk in oktober tot november, naar Taiwan een maand. Dat doen we altijd standaard per jaar om de ouders van mijn vriendin te ontmoeten. Ook, dat doen we nu al 9 jaar. En dan komen we terug en dan willen we door naar Spanje van november tot maart. Ja. Dus ik ben nu aan het regelen waar. Ja, ja. Ik heb een budget samengesteld. Kan het financieel? Waar moet ik zitten voor de zorg? Allemaal dat soort vragen heb ik. Moet ik mijn auto meenemen of niet? Hoe komt die daar? En een ander probleem was, ik ben vrij sociaal, dus ik vind het heel vervelend dat ik daar 5 maanden alleen zit. Maar al mijn vrienden zeggen aan me, heb je kamer open? Ja, precies. Het wordt waarschijnlijk wel druk. Mijn ouders zeggen ook al, joh, dat kom ik natuurlijk niet aan toe. Kom gewoon, een ticket is €40, hè, met Ryanair. Kost helemaal niks. Ik ben er in 2 uur. Ja. Maar dat soort dingen. Dus dat was een beetje het plan. En dan ondertussen probeer ik ook te kijken van, hoe kan ik online mijn verdiensten binnenhalen zonder mijn ziel te moeten verkopen. Of tuinmeubilair te prijzen. misschien dat je in Spanje wel weer als je een mooie tuin hebt. Nee. We hebben wat ideeën. En, mijn vriendin die verkoopt ook schilderijen. Ja. Daar hebben we nu een ander model voor bedacht, hoe ze dat online kan doen. Niet door printjes te maken, maar een ander idee. En ik ontvang nu al, dat klinkt heel waar, ik heb nog nooit gezegd, donaties van mensen waarbij ik bijna van rond kan komen. Wow. Dat is echt ongelooflijk. Dus, en dat zegt mijn coach ook. Jouw gunfactor is zo gigantisch hoog.
je moet gewoon die video's maken en met mensen dingen doen. De rest komt wel. Ja. Dat is heel eng, hè? Maar dat is, ja, het is, als ik naar mezelf kijk, het is een beetje tasten in duister. Ja. Je weet niet wat er komt. Je weet alleen dat wat je nu doet, dat blijkbaar werkt. Blijkbaar werkt. En de rest is bijzaak. En dat op gevoel, weet je, dat je weet van dit is wat ik moet doen. Ja. 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 Ja, ik moet ook wel zeggen dat, nou, het is zo dat ik mijn levensstijl, en dat denk jij ook, ik kan hier nu hier zijn in Broccoli. Ook door mijn levenskeuze, hoe ik mijn financiële omgeving heb geregeld. Bijvoorbeeld, ik woon echt heel goedkoop. Wel is duur, 2 keer zo duur als jou. Dat is nog steeds heel goedkoop. Vooral voor Utrecht, ja. Vooral voor Utrecht. Ik heb geen kinderen, ik heb geen huisdieren, ik heb geen hypotheek. Zelfs nu mijn spreken wegvalt, komt er nog steeds bijna, ja, het komt er meer binnen dan wat we nodig hebben. Dat is echt heel goedkoop leven. Dat is met intentie, omdat mij wel de vrijheid geeft om hier nu te zitten. Het is ook niet betaald, dat is gewoon hartstikke leuk. Dat is helemaal goed. Maar ik snap dat niet iedereen heeft, zeg maar. Ja. Ik doe dat expres, omdat mijn gezondheid opeens zo hard kan schakelen, dat ik daarna opeens helemaal niks meer kan binnenhalen. Dus ja, ik ben er heel voorzichtig mee. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja. Ja, ik weet niet of ik dat wel zeggen, maar ja, dat is, je financiële omgeving is echt wel, geld zeggen dat is niet belangrijk, maar is het wel, want uiteindelijk moet je gewoon je rekening betalen. En als je dat niet kan, moet je dingen doen die je niet wil doen. Ja, en wat ik denk wat je aan het doen bent, is gewoon een bepaalde lifestyle zoeken die je vrijheid geeft. En wat vind jij belangrijk? Ja. En dan is het niet het grote huis, maar de vrijheid om echt, echt te doen wat jij wil. En als dat een dagje hier naar Borculo komen is, weet je wel? Dat, ja, nee, klopt. En dat het gewoon kan. Ja. En voor sommige mensen zit die vrijheid in een heel mooi groot huis. Of, ja. 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 Voor mij is dat ook niet, het is hier wel heel erg groot. Jij hebt wel echt een groot huis. Ja. We zitten zo in de kast nu, maar ze hebben echt 1000 vierkante meter. Oké, okay, nou, jij woont dood. Het is echt jammer dat je zo ver woont. Anders kan ik nog om jouw docus kijken, hoor. Ja, joh. Ik heb een, ja, maar het is wel ver. Ik ben eens van mijn vrienden, nou, dat is niet waar, de helft heeft een auto. Maar Utrecht is 1,5 uur, toch? Ja, maar ik ben de enige die... 2 uur. Ik ben bij de McDonald's geweest, ja. Om te plassen. Zit in mijn vlog. Nee, maar al mijn vrienden komen uit Gorkum, Huizen, Almere, Amsterdam. Dus dat is helemaal ellende. Utrecht is mooi centraal. Ja, als dit op de Veluwe zou liggen, dat was beter geweest. Dit staat niet op de Veluwe, het is plat gegooid. Ja. We zaten in een flat of zo, weet je. Het is, ja, weet je, het is ook voor mij gewoon een bewuste keuze. Van ja, weet je wat... Hey, beste mensen. Wie kijkt van mijn publiek, of natuurlijk van chat. Mocht je nog een plekje over hebben in Utrecht... Ja, gooi het in het universum. Ja. Oh ja, gooi het in de... Hey, heeft nog iemand plekje over waar we met z'n allen documentaires kunnen kijken? Let me know. Dat zou echt wel trek zijn. Ja. Mag je zelf ook mee doorgaan. Ja, dat lijkt me echt wel leuk. Ja, doei. Ja, nou, we gaan afsluiten. Ja, ik denk dat we gaan afsluiten. We gaan nog even koffie zelf doen. Ja, we gaan nog... Dankjewel, Sjana. We pakken de draad gewoon nog een keertje op, denk ik. Ja, is goed. In Spanje. Ja, lijkt me echt leuk. Ja, gaan we doen. Maar misschien omdat jij expertise al hebt. Sorry? Daar had het over. Ik vroeg het van wanneer ging je. Omdat ik dus, en dan op mijn roadmap voor dit jaar heb, ik wil nog een roadtrip gaan maken. En Spanje wilde ik naartoe. Echt? Het najaar. Ja, dat staat zeg maar al op mijn doelenlijstje voor dit jaar. Serieus. Omdat ik denk van, ja, ik vind het met de auto. En dan wil ik gewoon lekker op mijn gemakje er een paar weken over doen. En dan, als het dan in Nederland slecht weer is, ga ik gewoon lekker richting Spanje. Dan zin in op. Dus dan kom ik gewoon langs. Het zit mij ook zo. Dat moet ik, dat is mijn oefening. Ik moet ook dingen uit handen geven. Zoals die documentaire avond. Ik wil het organiseren. Ik wil de beamer hebben. Ik wil eten regelen. Ook nog de film. Maar ik heb dat nu al uitbesteed aan Ben. Om een film te kiezen. Dat is voor mij heel wat. Met zo'n soort retraite-achtige week in Spanje. Daar kan ik ook niet aan leren. Ik moet de inhoud bedenken. Ik moet het regelen. Dus wat ik wil zeggen is. Als je zit. Ja, joh. Dat, snap je? Ja, ik snap het. I know it loopt, hè. Misschien helemaal niet, hè. Maar het is goed om te weten, inderdaad. Nee, maar dat is een kwartje. Dat wordt in mijn systeem gegooid. Dat kan ik niet forceren. Nee, weet je wel, meerdere mensen waar ik dan weer kwartjes in gooi. Zijn bij mij, en je weet niet, zo van, ik wil bijvoorbeeld een vision quest organiseren. En dat meisje wat die reizen organiseert. Nog een andere coach. En ik weet ook niet hoe dat uit gaat zien. Maar dat gaat iets doen. Hetzelfde met dat retraite ding. Ja. Ik weet niet precies wat het wordt.
De transformatieacademie, dat was een woord wat op mijn roadmap stond vorig jaar. Ja. Ik had geen idee. Wat wordt dat? Een online cursus? Ik weet het niet. Ja. Website? Ik weet het ook niet. In één keer was het een podcast. Ja. Ja, ja. Je weet het niet. Maar dat escaleert ook. Ja, ja, dat moet ontstaan. Je kan dat niet forceren of van tevoren bedenken. Of ik kan wel iets bedenken, maar zo wordt het dan toch nooit. Dus, Nou, heel interessant hoe dat. Nou, daarvan kan ik niks beloven, maar ja. Je weet nooit hoe het loopt. Ja. Maar het is wel goed te weten wat dat vind ik leuk van nu hier zijn. Wat de gezamenlijke interesses zijn. Ja. Mensen luisteren ook mee. Je weet nooit wie er mee luistert. Dat is ook interessant, hè? Ja. Dat is trouwens heel krachtig. Wanneer je dingen maakt. Niemand weet. Je kan nooit weten wie je boek leest. Nee. Of je podcast luistert of je video bekijkt. En het verbaast mij. Heel stom voorbeeld. In de laatste video die gaat over dat ik een ruzie had met de ING. Dat ik mijn geld die van Nederland naar Peru kreeg. Hier is dat geld nodig in Peru. Een vet omslachter. Gaan andere mensen reageren? Ja, wij sturen elke maand geld naar Peru. Maar half van mijn publiek, die heeft al iets te maken met Peru. Dus wat ik durf wel zeggen is dat, volgende keer als ik een probleem heb, ik hoef maar een mailtje te sturen, om een video te maken, en het wordt bijna opgelost. Ja. Dan moet ik nog even wennen, hè. Dus nu loop ik zelf aan te kloten. Maar dat is echt mooi. Ja. Goed. Percy, dankjewel. Ja. Ja. Dankjewel, beste mensen, voor dit extreem lange... Dat ze er nog zijn. Hoe lang hebben we gedaan dan? Zal ik eens kijken? 1 uur 50 minuten. Holy shit, record. Ja. Doei. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden? Ik wil gewoon afsluiten zonder dat ik vergeet af te sluiten. Oh ja, dat is slecht, ja. Heb je nog iets te pitchen? Wil je nog iets vertellen? Ben je nog iets vergeten? Mijn website is percytienhoven.com met dubbel O. Tienhoven dubbel O. En als je het in YouTube intypt, dan vind je het ook wel. Ja. Voornamelijk ben ik nu actief op YouTube. Kijk gewoon de vlogs, er staan ook wel over bitcoins inderdaad. Maar voornamelijk gewoon mijn normale vlogs, dat denk ik leuk. En dan komt deze video ook, dus dan zie je Jeanette ook hier in het huis in plaats van alleen maar hier op de camera. Dus, kijk naar mijn verkeerde. Ik denk dat YouTube het leukste om te kijken is. Ja. Tof. Doeg!